Goedenavond allemaal. Ik wil graag beginnen met deze oriënterende ronde. Ik vraag daarom iedereen die wil deelnemen eraan plaats te nemen. Er zijn nog wat mensen ambulant, maar ik ga toch graag beginnen. En ik open deze vergadering. En komen ook meteen bij punt 2, vaststelling van de agenda. Zijn er wijzigingen op de agenda? Ik heb er wel, althans ik heb een voorstel, dus dat zal ik doen. Omdat wij bij punt 3 spreekrecht insprekers hebben, namens een groep thuishulp zal mevrouw Timmer inspreken. En dat houdt verband met agenda punt 8. Een van de dames in die groep, mevrouw Klingen, is vanavond jarig. Dat is ook een goede reden, leek ons als agendacommissie ook, we hebben dat net voorbesproken, om de agenda punten 4 en 8 om te wisselen. Als de raad daarmee kan instemmen, dan zou ik dat graag zo willen doen. Dus dat we eerst punt 8 bespreken nadat mevrouw Timmer heeft ingesproken over dat punt. Zijn daar bezwaren tegen? Niet? Wie zwijgt stemt toe, dus dan gaan we dat gewoon zo doen. Dus agenda punt 4 wordt agenda punt 8 en agenda punt 8 wordt agenda punt 4. Verder zou ik daar nog aan toe willen voegen zonder mensen bij voorbaat al de mond te snoeren, want dat is absoluut niet de bedoeling. Gezien de lengte van de agenda, de bijdragers van zowel raad als college zo bondig mogelijk te houden. Om te voorkomen dat het 11:30, 11:30 wordt vanavond. Daar gaan we dan in ieder geval met elkaar ons best voor doen. Dat brengt ons bij punt 3, spreekrecht. Mag ik mevrouw Timmer vragen naar voren te komen en achter het spreekgestoel de plaats te nemen? Wat ons het meeste dwars zit, is dat wij het werk in minder uren moeten doen. Dat de mensen onrustig voor ons van ons worden, doordat wij ons huis moeten vliegen. Geen aandacht voor de mensen, geen aandacht voor hygiëne, geen aandacht voor hun welzijn, geen aandacht meer voor hun veiligheid, geen aandacht voor en tijd voor observaties, signaleren en rapporteren. Die dingen die wij voorheen bij HH2 in één indicatie en één tarief deden, kunnen wij nu niet in 2 uur doen. Nu krijgen sommigen daar een dure maatwerk voor, waar de cliënten en ook de gemeente dubbel voor moet betalen. En als ze horen wat wij nu verdienen, schrikken zij ervan. Voor de eerste 2 uur hebben wij nu bruto 9,72 en voor het maatwerk bruto 12 euro. Dat komt door de verschillende indicaties en dat verschilt per organisatie. Wij zijn bruto 3 euro per uur achteruit gegaan en sommigen nog meer. Zelfs onze wethouder vindt dat niemand voor een hongerloontje hoeft te werken. Theorie en praktijk is een groot verschil. Daar zijn wij na 1 juli wel achter dat dit niet uitvoerbaar is bij de mensen die door ziekte, ouderdom geen regie meer hebben over hun huishouding en regie van alle dag. Dank u wel, mevrouw Timmer. Als u nog even wilt blijven staan voor het geval mensen vragen hebben. Oh ja. Zijn er vragen voor mevrouw Timmer? Meneer Van de Grampel. Zou u aan kunnen geven wat volgens u het verschil is tussen de situatie zoals die nu bestaat, dus zeg maar voordat dit raadsvoorstel wordt besproken, en de situatie die is geschetst in het raadsvoorstel? Nou, over die 2 uur in ieder geval, als u dat bedoelt, komen wij daar gewoon niet mee uit. Ik zit daar gewoon te vliegen. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb een mevrouw die heel erg doof is. En als ik daar ben, die mevrouw wordt al helemaal kriegel van als ik niet even met haar praat of hoe of wat. Zit ze daar tegen mij te praten, dan ben ik wel zo van dat ik netjes antwoord moet geven. Maar ik moet het wel 3 keer vertellen. Dus ik kom in die 2 uur daar gewoon niet uit. Maar is het nu niet ook al 2 uur? Wat zegt u? Is de huidige situatie van de algemene voorziening ook niet 2 uur op dit moment? Nee, maar ze heeft alleen maar 2 uur algemene voorziening. En er komt geen. Want als het samen doen team komt, dan zeggen ze, nou, 2 uur is voldoende.
En dan is het wel maatwerk, maar dan moeten mensen nog weer over betalen. Dus dat is die 100 euro plus die maatwerk. Moet u kijken hoe duur dat is. Vraag beantwoord, meneer Van Grampel. Ja. Mevrouw Kelder. Hoeveel uur zou ze dan eigenlijk wel moeten hebben? Nou, ik vind 3 uur heel reëel. Maar ik heb zelf cliënten erbij van 5 uur in het huidige van vorige. En die zitten nu op 2 uur. En nou, daar kun je dan gewoon niet bouwwerken. Want die mensen hebben gewoon de hulp nodig. Dat is gewoon zo. En daar komen we tegen, want het stapelt bij ons op. Als wij 2 uur hebben, dan stapelt dat gewoon per week op. Van, nou, dan gaat het gewoon... als we er niet aan toe komen, dan moeten we de volgende keer weer. En dan komen we weer niet ergens aan toe. Het loopt gewoon niet. En dat hebben we vanaf 1 juli. Dat zijn ook de ergste indicaties wat er was. Dus dat zijn allemaal 5, 4 uur... 3,5. Dus maar ik vind 3 uur wel reëel. Laten we daar dan eerst maar eens van uitgaan. Maar 2 uur is echt te kort. Hebt u veel van die klanten die dan maar 2 uur hebben? Ik had een contract van 18 uur. En dat is bij 1 is overleden dan, van 6 uur. En nu zit ik nog op een contract van 2 uur. Omdat, of van 7 uur. Omdat... dat allemaal minder geworden is. Dus voor ons is het niet zo leuk. Maar voor de mensen helemaal niet. En ik sta hier ook hoofdzakelijk voor de mensen. Voor onze cliënten die het hard nodig hebben van 80 en 90 jaar. Het is gewoon schrikbarend hoe je daar zo mee om kan gaan dan. En ik weet ook wel allemaal dat het heel duur is. En dat er bezuinigd moet worden. Maar denk er een beetje over na. Hoop ik dat jullie dat doen. Ja, dank. Ja. Maar dan heb ik nog een vraag. Ja. Als u met zo'n probleem zit, gaat u dan naar het team samen doen? Samen doen ben ik niet geweest. Ik heb ook nog een voorbeeld van het samen doen team. En dat is van een collega van mij. En daar zijn ze 4 keer geweest. De 3e keer hadden ze niet door. De 4e keer hadden ze door... dat het toch nodig was dat hij extra uren kreeg. Nou, dat is toch wel heel erg. En dan daarbij ook nog dat ze zeiden van... staan jullie voor dat de hulp erbij was? En dat ze dan zeiden van... willen jullie meer uren? Of hoe zit dat? Nou, dat is, vind ik, niet netjes. En bij de 4e keer is het gelukt dat ze die hulp kregen... En het samen doen team heeft ook het excuus aangeboden. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ja. Duidelijk, hartelijk dank. Ja. Als u voor mij op dat knopje wilt drukken. Oké. Dan gaan wij over naar de behandeling van agenda punt 8, dat dus punt 4 is geworden. Ondersteuning Algemene Voorzieningen Huishoudelijke Hulp Hardenberg. Wie kan ik daarover het woord geven? Mevrouw Kloekhorst, mevrouw Kelder... meneer Reiling, meneer Van der Grampel, meneer Brink. Ik begin, en mevrouw Hansen ook. Ik begin dan bij mevrouw Hansen. Excuus, ik was nog even voor aan het bereiden, dus ik zou even graag wat later willen. Mag dat? Mevrouw Kloekhorst. Het eerste wat ik eigenlijk zou willen is een reactie van de portefeuillehouder op het verhaal van mevrouw Tim. Dat is goed, maar dat zou ik dan in de beantwoording van alle andere vragen mee willen nemen, maar prima. Dus dat is uw vraag, om een reactie van de portefeuillehouder op het verhaal van mevrouw Timmer. Mevrouw Hansen, bent u er nu aan toe? Ik ben zover. Inderdaad, de reactie van de portefeuillehouder zal van belang zijn, ook voor een eventuele tweede termijn. Eigenlijk heb ik maar 1 algemene vraag, is de definitie van schoon en leefbaar huis. En dat is dan ook weer gerelateerd, is dat te realiseren binnen 2 uur? Hartelijk dank. Mevrouw Kelder. Dank u,
Dank u wel, voorzitter. Dezelfde vraag die mevrouw Kloekast heeft gesteld, had ik ook. Want dat wil ik ook graag van de wethouder weten, hoe dat dan zit. En vooral in probleemgevallen, in knelgevallen, hoe daarmee wordt omgegaan. Of dat lang duurt, of dat gelijk opgelost wordt. Dat wil ik nou eens graag weten. Dank u wel. Meneer Van der Grampel. Dank u, voorzitter. Ook van mijn kant graag een reactie van de portefeuillehouder op de inspreker. Daarnaast lees ik in het raadsvoorstel dat de participatieraad wordt betrokken bij de vormgeving van de algemene voorziening. Maar ik mis bij dit raadsvoorstel, en dat was dacht ik toch wel de afspraak, dat bij elk raadsvoorstel sociaal domein er een advies zou komen van de participatieraad. Dus graag even ook een toelichting hierop van de portefeuillehouder. Dan nog even een vraag ten aanzien van de financiën. Er wordt in beslispunt 1 gevraagd om 450.000 euro extra te reserveren. Maar in het raadsvoorstel kom ik, of ik lees het verkeerd, niet verder dan 145.000 euro. Dus graag ook even uitleg van de portefeuillehouder. Tot zover in eerste termijn. Dank u wel. Meneer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij mevrouw Kelder, de probleemgevallen. Want dat bleek eigenlijk ook een beetje uit de beantwoording van mevrouw Timmer. Dat dat toch wel een moeilijk te doorlopen traject is. Althans, dat is mijn interpretatie van het antwoord. En ik had nog een vraagje over het cliëntervaringsonderzoek. In het verleden werden eigenlijk alleen de cliënten gevraagd die een voorziening hadden gekregen. Ik ben benieuwd of in dit onderzoek ook de cliënten zijn meegenomen die geen voorziening hebben gekregen. Wat de representativiteit van het onderzoek ten goede zou komen. Dank u wel. Meneer Brink. Voorzitter, dank u. Ook graag een reactie van de portefeuillehouder op de inspraakreactie van de mevrouw van zojuist. Even een korte vraag over de staffeling. Want er wordt in het raadsvoorstel vaak gesproken over die staffeling. Zijn wij als CDA uiteraard voor. Alleen, staffeling brengt ook wel vaak wat administratieve lasten druk met zich mee. En wij zijn even benieuwd hoe de portefeuillehouder daar tegenaan kijkt. En of daar ook rekening mee wordt gehouden met de ontwikkeling daarvan. De definitie van een schoon en opgeruimd huis. Nou ja, die definitie zou voor iedereen, voor ieder mens, kan ik me voorstellen, ietsjes anders liggen. En wij zijn wel benieuwd in hoeverre die definitie wordt vastgelegd. Of daar ook ruimte is voor maatwerk bijvoorbeeld. Meneer Van der Grampel gaf ook al aan, de participatieraad wordt betrokken bij de vormgeving van de algemene voorziening. Zijn wij als CDA uiteraard voor. En we zijn ook wel benieuwd in hoeverre andere betrokkenen daarbij worden betrokken. Bij de ontwikkeling van de plannen en bij de vormgeving van de algemene voorziening. Dan zijn wij erg enthousiast over de pilot die gaat starten. Want ook wij ontvangen wel signalen van mensen die zorg ontvangen, waarbij wij ons ook de vraag stellen van, goh, kan dat nou niet simpeler, efficiënter en misschien wat minder kostbaar? Dus ook dat, ook wij zijn benieuwd naar die uitwerking. Ja, tot slot, in eerste termijn, mevrouw de voorzitter, nog een klein textueel puntje. In het raadsvoorstel op pagina 3 lees ik dat de huidige contracten huishoudelijke hulp worden verlengd tot 1-7-2016. Ik neem aan dat dit 2017 moet zijn. Dus ook even daar uw aandacht voor en tot zover mijn bijdrage in eerste termijn. Hartelijk dank. Ik geef het woord graag aan de portefeuillehouder. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben ruim een jaar geleden besloten, ja, dat is al bijna 2 jaar geleden denk ik. Ik moet altijd even in de tijd gaat zo snel. Maar in ieder geval een tijd geleden hebben we besloten om de huishoudelijke hulp te wijzigen. Niet meer te doen als een maatwerkvoorziening, maar vanuit een algemene voorziening vanuit de WMO aan te bieden. En we hebben geprobeerd daar het resultaat veel centraler te stellen dan uren. En in de praktijk was dat best heel lastig. Ja, dat was best heel lastig. Niet alleen voor ons. Niet alleen voor degene die daar de huishoudelijke hulpdiensten verleende. Maar zeker ook voor de zorgpartijen. Ja, zeg maar de werkgevers van de mensen die nu op de tribune zitten. Dat was best heel lastig. Want al heel snel was het van, u krijgt 2 uur en niet meer. Terwijl er nog wel wat diversiteit aan te brengen was. Ik
Ik ken ook mensen die vanuit de AWBZ 1,5 uur kregen. En wat voldoende was. Maar ik ken ook mensen die 2,5 uur nodig hadden. Dus aan het begin hebben we daar best op in moeten zetten om dat goed te communiceren. Ik ben zelf ook een paar keer met medewerkers op pad geweest. Om ook gewoon eens aan te horen van de families. Wat speelt daar nu? En ik heb ook proberen uit te leggen waarom we dat doen. En waarom het een deel van de zorg die men had niet meer verstrekt werd. Omdat we ook toch gezegd hebben van wat kun je zelf, wat kun je samen met je omgeving. U kent wel die hele trits en uiteindelijk kom je dan bij maatwerk uit. Wat we ook zien, als we even terugkijken, is dat de nieuwe groep, de groep die vanaf dat we dit ingezet hebben, de nieuwe groep heeft veel minder moeite met datgene wat er geboden wordt, wat er gevraagd wordt, dan de groep die al langer een voorziening had. Want die waren natuurlijk gewend aan een tig aantal uren. Als je door de notitie leest en ook door de onderliggende stukken, dan zie je toch ook voor een deel dat er zo hier en daar gerepareerd moest worden. Ik geloof in 10% van de gevallen is er nog een maatwerkvoorziening aangeboden. Omdat na onderzoek bleek dat datgene wat in de algemene voorziening zat niet afdoende was. En we hebben geconcludeerd, nou dat is op zich niet goed. Dat is een veel duurdere voorziening. Dan kun je dat beter onderbrengen in een algemene voorziening. En dat hebben we ook bij de rechter hebben we dat ook gezien. Die zei, definieer nou eens goed een schoon en leefbaar huis. Wat is dat dan? Nou, dat gaan we zelf niet definiëren. We willen, net als bij dagbesteding dagopvang, willen we sociaal gaan contracteren, resultaatgericht gaan contracteren. En dat we samen met de aanbieders willen we rond de tafel om te kijken, hoe wordt nou vanuit het veld een schoon en leefbaar huis geïnterpreteerd, gedefinieerd. En daar willen we de komende tijd mee aan de slag. Dat als je door de stukken heen leest, zie je dat ook in de aanbesteding staan. Dat is een van de eerste dingen die we gaan doen. Want als u mij nu vraagt, wat is een schoon en leefbaar huis, zou ik zeggen van ja, ik heb er wel zomaar gedachten over, maar dat is niet zo interessant. Laten we nu vanuit de dagelijkse praktijk proberen te halen van wat is dan zo'n schoon en leefbaar huis. Dus dat staat voor de komende tijd, staat dat op de rol. Dus even terugkijkend, oude groep versus nieuwe groep. De algemene voorziening versus aanvulling in 10% van de gevallen van een maatwerkvoorziening. En daar willen we de komende tijd het nodige aan gaan doen. Wat ook opviel, was dat de categorie tot 110% van het minimum, ik wil niet zeggen dat die het ruim hadden, maar die zijn ons inziens, en dat bleek ook uit het quizonderzoek, die zijn ruimer bedeeld, doordat ze een hogere tegemoetkoming krijgen dan de categorie die daar net boven zit. Vandaar dat we gezegd hebben, laten we dat nou niet zo cru afbreken bij 110%, laten we nou een staffeling doorvoeren naar 110%. En inderdaad, we hebben ons ook ambtelijk, nog niet bestuurlijk, hebben ons ook afgevraagd, wat is nou het effect geweest, en dat is al ingezet in 2008, met dit soort contracten, van heel erg op prijs te sturen. Want dat is niet alleen bij ons, maar dat is in heel veel gemeentes gebeurd, dat je heel erg strak op prijs contracteert. Het effect ervan is wel dat datgene wat hier vanavond ook verteld werd, dat er behoorlijk geknepen is in de salarissen. Nou, we hebben zelf ook intern gezegd, dat moeten we nog eens even heel goed onder de loep nemen. Ja, moeten we nog. Natuurlijk is prijs belangrijk. Laten we dat ook niet onderschatten, want de bomen groeien hier ook niet tot in de hemel. Maar kijk, ik krijg toch wel een beetje zweet als ik hoor dat mensen van 9 naar 6 euro afgerond gaan als netto ontvangsten voor een uurtje werken. Dan denk ik van, we vragen veel van mensen. We vragen betrokkenheid van mensen. We vragen liefde van mensen in hun werk. Dan is de beloning die daar tegenover staat, daar kun je nog wel eens iets van vinden. Dus we hebben ook gezegd, als we straks gaan aanbesteden, moet dat een belangrijk punt zijn in de aanbesteding. Dat de prijs, het uurtarief, wat altijd prominent aanwezig is geweest, dat we daar eens goed naar kijken of dat nog wel zo prominent moet zijn. Dus als ik het even samenvat, dan zeg ik, staffeling is een hele belangrijke. We willen de definitie schoon en leefbaar huis, zodat we meer in de algemene voorziening kunnen gaan doen.
We willen ook, ook kijken van hoe gaan we straks contracteren. Het is wel sociaal contracteren. Ja, waarbij we gezamenlijk met de aanbieders de prestaties gaan benoemen. Rondom die definitie schoon en leefbaar huis. En waar een extra punt bij komt wat nog niet in deze notitie zit. Omdat het gesprek pas jongsleden, ik geloof 3 weken geleden heeft plaatsgevonden. En dat toch ook wel onze ogen heeft geopend van god, daar zitten we misschien niet helemaal goed. Daar waar het gaat over de financiële vergoeding. Want je kunt als gemeente de bal bij de werkgever neerleggen en zeggen van nou, wat knijpen die hard. Maar zelf sta je als overheid in een strakke financiële sturing, sta je natuurlijk ook gewoon aan de lat. Dus dat willen wij ook graag de komende tijd bekijken. Hebben wij instemming van de participatieraad? We hebben hier een informatieavond gehad en degene die er van u bij is geweest. Op dat moment heb ik ook heel uitdrukkelijk aan de nogal ruim aanwezige mensen van de participatieraad gevraagd. Hoe staat u tegenover dit voorstel wat er straks aankomt? En ik moet eerlijk zeggen, ik heb daarna niet meer gewacht op een brief, zeg ik ook heel eerlijk. Collega De Vent zal straks nog iets meer daarover zeggen. Dus ik heb de uitlatingen op die avond die gezegd hebben, wij staan achter de staffeling, wij staan achter de definiëring en de ontschotting, die had ik nog niet genoemd, de pilot die we willen gaan doen, wat ook al door u is aangegeven zo pas, ja, dat we zeggen van, het is toch van de zotte dat eentje wel het brood mag smeren, maar niet het broodje op mag voeren aan de cliënt, dat daar iemand anders voor moet komen. Nou, daar willen we samen met wat zorgpartijen, willen we kijken of we daar een pilot in kunnen gaan doen. En dat zal ons ook wat geld kosten, ja, maar om vanuit die pilot te kijken of we op kunnen stomen in dit land, om te kijken of we toch een bepaalde ontschotting teweeg kunnen brengen. Mag ik een vraag stellen, voorzitter? Kunt u ook een termijn aan de pilot, een indicatieve termijn aangeven? Nou, kijk, dat vind ik op dit moment lastig. Want we hebben hem in de week gelegd op sommige plekken. En we krijgen nu ook reacties terug dat men er wel aan mee wil doen. Maar we hebben een paar termijnen. Dat is voor juli moeten we het nieuwe contract met een serie aanbieders hebben gesloten. Dat is een termijn. In die termijn zult u meegenomen worden in, zeg maar, schoon en leefbaar huis. Hoe gaat die algemene voorzieningen dan uitzien enzovoort. En ook eventueel de financiële consequenties die we nu ramen, inclusief de staffeling op 450.000 euro en geen 145. Dat is gewoon een foutje in de tekst. Dat is één. En die pilot, ik verwacht zelf dat we in het voorjaar, dat we gaan starten met de pilot. En wil je een pilot goed kunnen beoordelen, zul je toch een significante termijn moeten hebben. Dus ja, mijn gevoel zegt dat we volgend jaar rondom deze tijd, misschien ietsje eerder, dat we zaken kunnen aangeven uit die pilot. Maar als u daar behoefte aan heeft om tussendoor meegenomen te worden, ik zou zeggen, staat u vrij om het gewoon weer op de agenda te plaatsen. Ja? Even kijken. Ja, 1-7-2017, dat is ook. Volgens mij heb ik in mijn verhaal wel zo'n beetje alle zaken die aangereikt zijn gehad, voorzitter. Dank u wel. Is er behoefte aan is het ter aanvulling op dit, mevrouw Van den Hoek, of is het voor een tweede termijn? Nou, dan doen we gewoon een tweede termijn, want ik zie meer mensen. Er is dus behoefte aan een tweede termijn. Ik zag meneer Van der Grampel die nog een opmerking had, mevrouw Van den Hoek, mevrouw Kelder, mevrouw Kloekhorst. Meneer Reiling, ik begin weer links van mij met mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Allereerst zijn wij erg blij met de toezegging van de portefeuillehouder dat de criteria voor de aanbesteding, dat daar de geldelijke afweging nog eens onder de loep genomen wordt. We hebben hem niet horen zeggen dat dat dan toegevoegd nog wordt aan de stukken. Dus dat zou ik dan nog even willen. U benoemde van, er staan 3 dingen in en dit staat er niet in. Maar u heeft wel die toezegging volgens mij gedaan. Dus dat is even een opmerking. Verder op het verhaal van mevrouw Timmer. Ik vind het heel belangrijk dat dit soort signalen ook de politiek bereikt. En ik ben ook heel erg blij dat mevrouw Timmer haar verhaal heeft gedaan. En bij deze zou ik ook het college willen vragen om de motie die eerder is ingediend over de sociale ombudsman, waar dit soort signalen terecht kunnen, om daar ook binnenkort wat meer vorm aan te geven. Dank u. Dank u wel. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter.
Even over de knelpunten. Ik heb daar nog eigenlijk niet voldoende over gehoord wat er nou mee gaat gebeuren. Dan hebt u het over een schoon en leefbaar huis. En het sociale kant, het even praten met de cliënt, dat hoor ik dus ook echt niet. En als je dus je werk moet doen en je mag dus niks zeggen, dan worden we een beetje, niet zo fijn. Dus ik wil daar wel graag even een antwoord op. En dan de participatieraad had u het over. Maar hoe zit het met de communicatie naar de participatieraad toe? Want ik heb begrepen dat het niet helemaal goed ging. Graag even een reactie. Dank u wel. Mevrouw Hansen, u had niets voor een tweede termijn. Dan ga ik door naar meneer Rijden. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan wat het probleemgevallen betreft bij mevrouw Kloekos, wat de sociale ombudsfunctie. En ik hoop dat we daar vanavond nog wat over kunnen zeggen, trouwens. Of in ieder geval een reactie van de wethouder krijgen. Voor die probleemgevallen. En ik had nog geen antwoord over het cliëntervaringsonderzoek. Of daar de cliënten die geen voorziening, of helemaal geen voorziening hebben gehad, ook in zijn meegenomen. Daar wil ik graag een antwoord op. Dank u wel, mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Het is heel goed om te horen dat het college de huishoudelijke hulp ook waardeert en zegt dat kwaliteit ook betaald moet worden en dat dat naar de werkgevers toe wordt gecommuniceerd. Want het is een belangrijk stuk. Het was een goed verhaal wat portefeuillehouder gaf, maar iets bleef toch even bij mij knagen en ik hoop dat u dat weg kan nemen. Hij gebruikte de termen als tig uren in het verleden en een nieuw en oude situatie. Ik hoop dat hij dat toch positief bedoelt, dat het een gewenningsproces is voor de oude groep en niet eisen wat ze hadden dat ze dat behouden, maar dat ook echt over noodzaak gaat. Daar wilde ik graag toch even reactie. Dank u wel, meneer Van der Grampel. Dank u wel, voorzitter. Ik heb de portefeuillehouder horen zeggen van we gaan samen met de andere partijen, zorgaanbieders, participatieraad, definiëren wat we onder een schoon en leefbaar huis verstaan. Nu heb je huizen in verschillende soorten, maten, zeg maar gedifferentieerd. Qua grootte, qua inhoud. Past bij u, portefeuillehouder, hierbij ook een differentiatie in het aantal uren? Dus differentiatie qua huis vertaald in differentiatie qua aantal uren. Dank u wel. Volgens mij ben ik er. U had niets meer, meneer Van der Brink, niks voor de tweede termijn. Hè? Dan geef ik wederom het woord aan de portefeuillehouder. Voorzitter, de toezegging over de financiën en dan in de zin van het contractdeel, dat wat ik hier heb uitgesproken, dat zal onderdeel uitmaken bij de aanbesteding. In welke vorm, dat laat ik graag aan onze deskundigen over. De sociale ombudsman, volgens mij wordt er volgende week woensdag met de raad over gesproken, of met een delegatie uit de raad, dus dat is onderwerp van gesprek. Mevrouw Kelder. Die zegt, is er tijd voor praten en is er tijd voor het sociale contact enzovoort. Ja, we hebben het hier over schoon en leefbaar huis. En de werkgever die stuurt de werknemer, dat doen wij niet. Ja, dus u mag mij die vraag stellen, alleen ik ga daar niet over. Ja? Want moet dat dan een kwartier zijn, moet dat 20 minuten zijn? Dus dat laat ik graag in de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Even kijken. Ja, voor wat betreft de participatie heb ik mijn zegje gedaan. En collega De Vent komt er straks op terug. De cliënten die geen voorziening hebben zijn niet meegenomen in het onderzoek. Mevrouw Van der Hoek vraagt van, misschien heb ik het wat badinerend gezegd, maar het is inderdaad is het voor sommigen ook een gewenningsproces. En ik zou hem ook wel wat breder willen trekken. En dan kom ik ook bij de vraag van de heer Van der Grampel. Wat is nou een schoon en leefbaar huis? Dat zal ook zeker in dat gesprek met, in die dialoog met de aanbieders en anderen plaats moeten vinden. Maar ik heb het zelf wel eens zo verwoord als ik bij een cliënt was. Ja, en een heel bazaal die op de benedenverdieping leefde. Met slaapkamer, badkamer, keuken, woonkamer. Die ook een vraag had of de bovenverdieping elke 14 dagen schoongemaakt zou kunnen worden. Dan zei ik, ja, als dat in die tijd kan. Maar er zaten nog kinderen op de bank. Ik zei, misschien moet u dat eens doen als een van de kinderen. Want het is niet alleen een gewenningsproces voor de cliënt. Maar het is ook een gewenningsproces voor omstanders. Ja, want we hebben niet voor niks de trits te lopen. Wat kunt u zelf nog? In heel veel gevallen kunnen mensen zelf nog iets ook. In heel veel gevallen niet.
En wat kan u samen met anderen? Er hoort, behoort wel de omgeving van zo'n cliënt bij. Ja? En dan in dat soort situaties heb ik altijd gezegd, nou ja, ik wil er niet over gaan, want het ligt ook aan degene die hier de hulp regelt. En als die heel veel kan in 2 uur, dan zul je er mij niet over horen. Maar ja, de leefomgeving, ja, en een groot huis, nou, daar wil ik nog wel een paar accenten bij plaatsen. Ja? Daar zal de omgeving, kinderen, kerk, vrienden, weet ik veel wie, want zo is het ook wel bedoeld, die kanteling, die zal daar ook zijn rol en opgave in moeten pakken. Ja, dus het is, soms is het nog meer, in sommige situaties kom ik tegen dat het nog meer een gewenning is voor de omstanders. Kinderen, anderen, dan voor de cliënt. Voorzitter, ja, ik ga er toch even op door, want ik hoor u toch niet echt een rechtstreeks antwoord geven of u bereid bent om toch ook te kijken naar de differentiatie van het aantal uren. Natuurlijk, alle andere factoren moeten ook meegewogen worden, maar hoe staat u tegenover het principe van differentiëren ook qua aantal uren? Volgens mij heb ik dat ook aangegeven al in mijn eerste termijn. Die differentiatie is nu ook mogelijk. Wij hebben nooit voorgeschreven dat het om 2 uur moest gaan. Ja? Ik ken mensen die hebben meer. Die hebben 3 uur, die zijn overeengekomen met de zorgaanbieder, met de hulpaanbieder, dat ze 3 uur ondersteuning in de week nodig hebben. En daarvoor krijgen ze 75 euro tegemoetkoming en de rest betalen ze zelf. Degene die het niet kan betalen, die krijgt, als ze beneden de 110% van het minimum zitten, die kunnen daar een bijstands tegemoetkoming krijgen van 100 euro. Dus die differentiatie is er nu ook al. Maar als we gaan differentiëren naar grootte van woning, nee, dat hoort u mij niet zeggen. Wij willen dat mensen een veilig en schoon leefomgeving hebben. En daar zullen delen van een huis bij zijn als je in een heel groot huis zit, wat niet tot de kerntaak dan hoort binnen die definitie. Maar dat zullen we straks in het debat met de aanbieders, zullen we dat oppakken. Dank u wel. Zijn er nog resterende vragen voor de wethouder? Ja, inderdaad. Neemt u mij niet kwalijk, ik geef u ook graag het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Een aantal keren gerefereerd aan de participatieraad. Nou, als college en als raad hechten wij aan een betrokken participatieraad. Juist in de dynamiek, zeg maar, van alle ontwikkelingen die zich nu voordoen. En die betrokken participatieraad, die hebben wij. Want ik zie die participatieraad ook op heel veel plekken op dit moment. Meedenken, meeluisteren, meepraten. Kijk even terug naar het proces. September is er een bijeenkomst geweest over samen doen. Begin oktober met een deel van u over het hele ontwikkelingen binnen het sociaal domein. En wat ik ook heel prettig vond, is om te ervaren vorige week bij de Samen Doen Tour, die we vorige week donderdag hebben gehad, was ook een deel van de participatieraad aanwezig en heb ik daar ook ontmoet. Dus ik hecht daar heel veel waarde aan en ik zie ook dat ze waarmaken van wat ze doen en willen doen. En we hebben ook gemerkt in die communicatie dat daar soms door de dynamiek dingen misschien even niet goed gaan. Dat is eigenlijk ook maar gewoon zoals het is. En dat is geen onwil, maar dat heeft gewoon te maken met de dynamiek van het proces waar we in zitten. Omdat we heel veelvuldig met elkaar contact hebben. En dan nog soms even vergeten, oké, er is ook nog een agenda waar we vanavond dan met elkaar over praten. Hebben we elkaar dan even niet goed begrepen misschien? Is dat een andere beleving? Nou, dat hebben we met elkaar geconstateerd. Ik heb intensief contact gehad, ook met de participatieraad. En ook gezegd van, nou, laten we nu geconstateerd hebben dit. Met elkaar afspraken maken over het proces, hoe we dat gaan doen in de toekomst. Waarbij we ons ook vooral willen richten op niet het hele formele proces. Maar dat we ook zeggen van de dynamiek van de samenleving moet ook terugkomen in de dynamiek van adviestrajecten. Dus laten we elkaar ook in formele en informele contacten informeren. En werken gezamenlijk aan die agenda, die transformatieagenda waar we nu met elkaar voor staan. Want die onderwerpen die vanavond aan de orde komen, die zijn op een of andere wijze wel ook al benoemd en besproken. Zonder misschien dan een definitief formeel advies. Maar ik ga ervan uit, en ik heb ook gezegd, ik wil op korte termijn een gesprek met de participatieraad om met elkaar dat proces goed te duiden, op papier te zetten
En dan met elkaar ook naar u toe als raad, want er is ook een relatie tussen raad en participatieraad, om dat goed met elkaar te duiden. Dus ik heb er alle vertrouwen in, zeg ik dan maar, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw de voorzitter. Ja, mevrouw Hansen. Kleine opmerking. Ik ben heel erg blij met de laatste toevoeging aan het betoog. Want ik vind het van wezenlijk belang dat de raad geïnformeerd wordt over standpunten die de participatieraad heeft. En ik zou het erg op prijs stellen als dat in de toekomst bij dit soort belangrijke agendastukken toch meegenomen wordt. Dank. Voorzitter. Meneer Gelling. Nog één kleine vraagje aan de portefeuille. Want ik heb hem veel horen zeggen, maar ik begreep niet precies wat hij nou zei. Want begrijp je nou dat er nog een proces moet komen op basis waarvan u dan de participatieraad in een bepaalde status quo zet? Nee, het heeft juist niet met status quo te maken, want we hebben gewerkt in het verleden met verschillende raden, waarin we afhankelijk van het onderwerp van in een bepaald domein hebben gezegd, nou, we willen op een college of raadsvoorstel, willen we een advies. Dat was een soort standaardprocedure die we met elkaar hebben gehanteerd. U heeft ook laten weten dat u, als het gaat om toekomstige onderwerpen, binnen het sociaal domein, dus we werken niet meer in kolommen, ook dat advies wilt van die participatie die raad breed. Nou, adviezen komen soms in stappen tot stand. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Daar zit die dynamiek ook in. En dat betekent dat je niet als collegium zou moeten zeggen van nou, ik heb hier iets klaar en wilt u nog even daar iets van vinden. Maar dat je in het begin van het traject elkaar met elkaar praat over die ontwikkelingen. Dus ik wil veel meer toe naar beginspraak, inspraak en dan advies. Dat is wat ik wil doen. Meneer Reiling, dan wil ik u als laatste het woord geven. Als u heeft een vraag aan meneer De Vent. Ja, want ik had gehoopt dat de wethouder ook even de sociaal ombudsfunctie, want dat is zijn portefeuille. En ik ben zojuist door de andere wethouder uitgenodigd voor volgende week woensdag. Dat is een dag na de begroting. Dat is misschien wel jammer. Nou, volgens mij is het zo dat ik heb niet zo lang geleden bij u bij de bijeenkomst gezeten waarin u met u is gesproken samen met een ervaringsdeskundige uit een andere gemeente. En volgens mij ligt er ook nadrukkelijk een bal bij de raad zelf, heb ik begrepen, naar aanleiding van die bijeenkomst, om daar zelf ook inhoud en vorm aan te geven. Dus ik was eigenlijk omgekeerd wel benieuwd hoe het zat. Dat is wat ik weet. Maar laten we die misverstanden dan misschien maar uit de weg helpen, als dat niet zo mocht zijn. Maar er staat voor volgende week woensdag wel een agendapunt op. Ja, ik ken niet de soort agenda, moet ik zeggen. Nee, dus, ja. Nee, de wethouder Prins heeft zojuist volgens mij aangegeven dat volgende week woensdag daar een bijeenkomst over het. Meneer Reiling, de griffier zoekt het uit voor u en u krijgt daarover bericht van hem. Dan rest mij de vraag of dit als hamerstuk of bespreekstuk naar de volgende vergadering kan. Dat zal de vergadering van 8 november zijn. Bespreekstuk, hamerstuk. Bespreekstuk. Bespreekstuk, oké. Okay. Dan gaan wij door naar agenda punt 5. Voorontwerp bestemmingsplan en verlening advies over rijkwijde en detailniveau van de MER. De plan MER voor de uitbreiding van Plukon. Wie wil daarover wat zeggen? Meneer Jonkhans. Meneer Bak. Meneer Odink. Meneer Breukelman. Begin ik nu rechts van mij bij meneer Breukelman. Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk twee vragen in de eerste termijn. Positieve zaken zijn uiteraard de werkgelegenheid, het invulling van een gedeelte van de vrijkomende locatie. De twee belangrijkste vragen is, even van je kunt op meerdere manieren de MER aanvliegen. Er wordt hier gekozen voor de plan-MER en niet voor het project-MER. Misschien wil de wethouder daar even op reageren nog, waarom voor die systematiek gekozen is. En het tweede wat opvalt in het zienswijzeverslag, zullen we maar zeggen, het advies- en inspraakverslag, is dat er regelmatig dingen gezegd worden over die 100 meter. En de beantwoording gaat op heel veel punten uitgebreid in, alleen op de 100 meter systematiek wat minder. Dus misschien zou daar nog een aanvulling op kunnen komen. Daar wil ik het eerst even bij laten. Dank u wel, meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn in eerste instantie blij met de uitbreidingsmogelijkheden van de pluimveeslachterij Plukon in Delinsvaart. De uitbreiding door de productiecapaciteit te verhogen en een verpakkingslijn te realiseren geeft wellicht een nieuwe impuls aan extra werkgelegenheid. Ook daar hebben wij een aantal vragen over. Die vragen die zijn van, in de zin van, voor wat betreft de mogelijke uitbreiding van werkgelegenheid hebben wij
Zou de portefeuillehouder kunnen aangeven om hoeveel arbeidsplaatsen dit eventueel zou gaan? En wie van deze mogelijke uitbreiding van werkgelegenheid gebruik kunnen gaan maken? Aanvullend hebben we dan een aantal vragen en ook wat zorgen rondom zeg maar, deze uitbreiding. Het is goed dat in de nieuwe omgevingswet volksgezondheid een prominentere plaats krijgt in de beoordeling van de omgevingsplannen. Daarom zijn we ook wel blij met het dat vooruitlopend op de nieuwe aanpak van de omgevingswet de GGD IJzerland hierover al aandacht voor vraagt. Met name het advies om via risicocommunicatie omwonenden een realistisch beeld te geven van een mogelijke hinder door geur en geluid. Voorzitter, ook al past de geluidshinder binnen de huidige regelgeving, het neemt wel toe. En we willen hier graag aandacht voor en ook een reactie van de portefeuille hierop. Voorzitter, vervolgens is geur ook een dankbaar onderwerp om over te spreken. En zeker als het kippengeur betreft. Je zal maar direct naast de Plukon wonen of aan de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg. En we zullen ook met klem aan de portefeuillehouder willen vragen voor wat betreft de overlast hierop met Plukon ook zeg maar in overleg te treden. Om dat ook tot een minimum te beperken. En we willen ook graag daar een reactie op van de portefeuillehouder. Vervolgens hebben we nog een vraag voor wat betreft de grondwater, de afname ook van het grondwater. In de huidige situatie wordt zo'n 1400 kuub grondwater opgepompt. En in de toekomstige situatie zal dat toenemen naar 2240 kuub water. En er zijn best wel wat zorgen rondom vernatting van gebieden. Maar toch ook zeker voor wat betreft verdroging van akkerbouwgronden is dat ook best wel een mogelijk risico. En we willen ook graag daar een antwoord op. En met betrekking tot de lozing naar de regionale waterzuiveringsinstallatie hebben wij een vraag van of dit rechtstreeks gaat of dat de gemeente hier ook nog een rol in heeft. Dat was het in eerste instantie. Dank u wel, meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag van mijn kant, dat is eigenlijk dezelfde vraag die de heer Breukeman gesteld is. Waarom is er gekozen voor een planmer en niet een projectmer? We zouden ook graag even in systematiek iets meer uitleg daarover willen hebben waar die keuze op gebaseerd is. Twee, dat gaat ook over de 100 meter vraag die de heer Breukeman al gesteld heeft. Maar ik wil hem ook even iets meer specifiek gekoppeld hebben aan de twee varianten die voorliggen. Waarbij in de stukken helder wordt gemaakt dat de noordelijke variant de voorkeur heeft. En ik wil graag even inzicht zien te krijgen wat het verschil tussen de noordelijke en de zuidelijke variant daarbij is. Daarnaast lees ik in de stukken dat er gekozen gaat worden voor een schoorsteen om de geuroverlast te beperken, mocht dat economisch niet te veel consequenties hebben. Ik zou daar graag een toelichting op willen hebben hoe wij dat moeten interpreteren. Dank u wel. Als ik me goed herinner was mevrouw Hansen niet. Nee, mevrouw Kelder ook niet. Dan ga ik direct naar meneer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Het college heeft besloten dat een plan meer noodzakelijk is en geen project meer. En ik wil graag weten op welke gronden dat is gebeurd en met welke argumentatie dat een project meer niet nodig is. En als we het dan daar verder over hebben, dan is beoordeeld dat enkele maatregelen in acht moeten worden genomen. En dan hoeft die MER-procedure niet te worden doorlopen. Maar hoe wordt dat geborgd dat die maatregelen ook worden genomen? En tenslotte verbaast het mij dat zeker met de nieuwe omgevingswet in gedachten en ook recente publicaties ten aanzien van kippenfokkerijen, dat fijnstof een probleem is. En er worden dagelijks nogal aardig wat kippen aangevoerd en ik kan me niet voorstellen dat daar geen fijnstof optreedt. En waarom is dat niet meegenomen en hoe wordt daarin voorzien om daar toch een bevredigend antwoord op te krijgen of dat wel of niet nodig is? Dank u wel. Ik geef nogmaals het woord aan meneer Prinsen. Voorzitter, dank u wel. De casus Plukon. En waarom geen project meer en een plan meer? Dat loopt toch wel bij iedereen in zijn vraagstelling staat dat toch wel centraal. Ik zal hem even technisch pakken. Het is een technisch verhaal aan de ene kant. En het is ook een verhaal die wat meer te maken heeft met een alomvattend plan en zeg maar deelplannen.
De bedrijfsactiviteiten van Plukon, en ik lees voor, vallen niet onder de zogenaamde C-lijst van het besluit milieueffectrapportage. Was dat namelijk wel het geval, dan moest er een project MER worden opgesteld. De activiteiten van Plukon vallen onder de D-lijst en daarom hebben ze een startnotitie MER-beoordeling ingediend. Die is beoordeeld door ons en ook door anderen. En daarom is er besloten om een project MER, om geen project MER te doen, maar een plan MER. Maar uiteindelijk is de inhoudelijke kant van zo'n MER, van een project MER en een plan MER is niet anders. Deze plan MER is gekoppeld aan het bestemmingsplan. U moet zich voorstellen, Plukon heeft een eindbeeld wat ze daar willen realiseren. Dat is verhoging van de productie, maar vooral ook verpakking en delen, een kip in delen. Zelfs vers zie je al bij Plukon, wat je zo even van de plank kunt grijpen bij de supermarkt. De salade met kip en dat soort dingen zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. Daar hebben ze een eindbeeld voor opgesteld. Daar hebben wij onderzoek naar laten doen. En ze hebben zelf onderzoek gedaan van, heeft dat een significant effect op het milieu? En past dat binnen de huidige milieuvergunning? Waar alleen is aangegeven wat het geluid mag zijn, wat de geur en dergelijke, wat dat mag zijn. En die onderzoekingen hebben uitgewezen dat dat daar binnen past of binnen pas te krijgen is. Als we nu een plan MER maken, dan maken we dat voor datgene wat in het bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt. En u moet zich voorstellen, Plukon gaat niet in één keer, in één grote tranche, het hele concept uitrollen. Dat zullen ze gefaseerd doen. En als je met een project MER gaat werken, betekent dat dat je per onderdeel zou je zo'n MER-procedure moeten voeren. En zou je elke keer zou die weer opnieuw moeten voeren. Nu voeren we hem in één keer. En elke keer als er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, zullen we kijken of je voldoet binnen datgene wat ook wel in de huidige milieuvergunning zit, maar of dat ook in het plan MER zit. Dat is eventjes in grote lijn waarom wij rechtens gekozen hebben voor een plan MER en waarom we ook gewoon praktisch gekozen hebben voor een plan MER. Voorzitter, een vraag dan ter verduidelijking, maar ook een vraag van zorg. Als ik dat dan interpreteer dat Plukon in delen gaat ontwikkelen, zou het ook kunnen zijn, als ik dan goed lees, dat bepaalde gebouwen geluidsdempende effecten, stankdempende effecten zullen hebben, dat er momenten zullen zijn dat de belasting voor de omgeving groter is dan in de eindsituatie? Dat is een beetje hypothetisch. Als je het even hebt over geluid, ze zitten daar op een gezoneerd bedrijventerrein wat betreft geluid. Er is dus geluidsruimte. En de geluidsruimte die ze nu hebben, die is nog niet opgebruikt. Er is nog geluidsruimte. En ze hebben ook eigenlijk te maken met sonering in hun eigen bedrijfsplan, in de fysieke uitvoering van hun bedrijfsplan. Dat wil dus zeggen dat de kantoren en dat soort zaken aan de woningenzijde zullen worden gerealiseerd. En dat de productie- en verwerkingshallen aan de achterzijde zullen worden Dat begrijp ik, maar als die kantoren dus nog niet gebouwd zijn, dan is er dus meer overlast voor de omgeving. Ja, dat is precies het punt dat ik maak. Ja, maar als er dan een omgevingsaanvraag wordt ingediend voor in eerste instantie alleen de productie al, zal die getoetst moeten worden of dat binnen de situatie die er dan is, of dat voldoet aan de milieunormen zoals wij die hebben gesteld. En dan zal hij, als je daar geen geluidswering aan de lange wijkzijde creëert door daar kantoorachtige gebouwen neer te zetten, dan zal dat van invloed zijn op de woningen en dan kan het zijn dat hij niet binnen de plan MER valt. Ja? Dus het is volgens mij afgeschermd doordat je nu in één keer die plan MER doet en het project, ja, wat een omgevingsvergunning vraagt, zul je daar elke keer op moeten toetsen. En de situatie dat je incidenteel, doordat je het in een andere volgorde doet, zeg maar dan wat optimaal zou zijn voor het milieu, dat het effecten zou kunnen hebben, daar zal ik nog even goed een navraag naar doen. Ik zal het in het verslag opnemen, maar als ik goed geïnformeerd ben, dan behoort dat niet tot de mogelijkheden
doordat ze dan door de grenzen heen gaan van datgene wat we toelaatbaar hebben geacht. Het is denk ik goed om daar duidelijkheid over te krijgen, want als er misverstand over blijft staan, dan ga je in richting wat je met elkaar denk ik niet moet willen. Want dan zou het een strategische keuze kunnen zijn om voor de planmeer te gaan en niet voor de projectmeer. Omdat als je iedere keer de projectmeer zou moeten aanvragen, je dan dus uiteindelijk het plan niet gerealiseerd kunt krijgen en met de planmeer wel. En als dat de insteek ik zal, is, dat, ik zal dat in het verslag dan wel separaat opnemen. Okay, prima, dank u wel. Ik heb nog een vraag ook ter verduidelijking. Voor wat betreft de planmeer, wordt daar ook de eigen biologische waterzuiveringen meegenomen? Geen idee. Dat is geen toezichtskader, wat mij net vertelt. Maar dat vind ik ook wel, ik vind het wel een heel technische vraag, als ik heel eerlijk mag zijn. Ja? En misschien kun je van achterlangs via Remco Slepers dan nog eens even. Want ik weet, dat soort dingen weet ik niet precies. Dat is mij te gedetailleerd. Excuses. Ja? 100 meter. 100 meter is voor dit soort bedrijven is een richtlijn vanuit de VNG. Als je daar niet aan kunt voldoen, dan draag je als bedrijf, als initiatiefnemer, heb je zorg te dragen voor een goed woon- en leefklimaat. En daar zitten normen bij voor geluid, er zitten normen bij voor stank. En we weten allemaal, toen de vorige slag gemaakt is, en wij de afspraak hadden met Plukon dat ze binnen een jaar zouden voldoen aan geuruitstoot, want dat was met name het grootste probleem, dat het er wel even om gespannen heeft en dat ze uiteindelijk, om ook een goede relatie met die omgeving te willen en natuurlijk met ons, dat ze de investering die ze hadden gedaan, die hebben ze in één keer weggeboekt. Ze hebben een hele nieuwe systematiek en methodiek gehanteerd om toch te kunnen voldoen aan de normen die wij toen hebben gesteld. Dus ze hebben er ook zelf ook alle belang bij dat ze daar gewoon een goed woon- en leefmilieu achterlaten. Want anders dan zitten ze continu ook met een hoop ellende. Ja, het aantal arbeidsplaatsen, daar laten ze zich op dit moment nog niet over uit. Dus dat is ook een Plukon-verhaal. Maar het is wel significant wat we zo in de wandelgangen wel eens gehoord hebben. Maar Plukon zal daar bij gelegenheid wel wat meer over willen zeggen. In de richtlijnennota, waar de MER straks, in de MER onderzoek naar wordt gedaan, daar is ook de GGD heeft wat aanreikingspunten gegeven. En er zit natuurlijk gewoon ook een deel volksgezondheid in, maar ook een deel risicomanagement. Ja, dat heeft met name te maken met ammoniak, wat ze gebruiken. Maar de hoeveelheid ammoniak hoeft ten gevolge van de uitbreiding van deze fabriek hoeft niet uitgebreid te worden. En daar zit met name een communicatiedeel in. Het risicodeel is wel in de perken. Ja, dat wil zeggen dat voor omstanders, externe veiligheidsrisico is bekeken, dat er voor omstanders geen grote risico's zijn. Dat is bekeken. Alleen in de communicatiesfeer zou er misschien wel het nodige meer in kunnen gebeuren. Even kijken. Ja. Hetzelfde geldt voor de vragen die de heer Oding stelde over water en afvalwater. Het waterschap wordt aan de voorkant wordt die meegenomen in dit traject. Dus er zal, en daar zitten wij als overheid natuurlijk naast, maar tussen de initiatiefnemer Plukon en het waterschap zullen over wateronttrekking, over het lozen van afvalwater en eventueel het lozen van schoon afvalwater, worden daar de afspraken over gemaakt. Ja, en je ziet ook al, er is al door het waterschap gereageerd en bepaalde zaken worden ook gewoon verder meegenomen en opgepakt. Bij die 100 meters pas ben ik nog één keer vergeten. Het is ook een bestaande situatie. Hè? En als wij zo'n nieuw bedrijf zouden starten ergens anders, zouden we dat niet op die plek doen. Laat dat ook helder zijn. Maar hij zit er en er is nu de mogelijkheid om achterwaarts uit te breiden met een betere ontsluiting. De noordelijke ontsluiting en de zuidelijke ontsluiting, er zit hemelsbreed, hoeveel zit daar tussen? 30 meter? Ja, ongeveer 30 meter. Ja, en wij denken dat die noordelijke beter aansluit, ja, bij het terrein. En dat heeft toch wel onze voorkeur. En je moet niet vergeten, nu is de ontsluiting helemaal naar het zuiden, via de Moerheimstraat, en daar staan de nodige woningen aan. Dus er worden nu minder woningen worden belast. En als het geluidsniveau te hoog wordt, dan heeft het bedrijf te zorgen dat het leefbaar is en zal dus gevelaanpassingen en dat soort dingen wat wij als overheid, als wij een plan hebben van enige importantie, bijvoorbeeld hier bij het gemeente, ze hebben ook iets met gevels hier tegenover gedaan met ander glas enzovoort.
Ja, dat hebben ze dan te doen. Ja, ja, die schoorstenen in economische... Ik zou het zo willen verwoorden. Zij moeten gewoon voldoen aan de regelgeving. En als daar een schoorsteen voor nodig is om de uitstoot hoger te krijgen, om zo de overlast te beperken, dan zal die er moeten komen. Linksom of rechtsom. Maar als die schoorsteen niet nodig is en zij op andere wijze kunnen voldoen aan de normen die worden gesteld, dan mag dat, dan is dat verder geen probleem. Even kijken. Ja, fijnstof. Ja, inderdaad, daar staat niet veel over in. En ik stel voor dat we dat nog even meenemen, want dat kunnen we ook nog als aandachtspunt meegeven. Nee, als opdracht vanuit de raad meegeven, dat de MER ook voorziet, ja, in een onderzoek naar hoe zit het dan met fijnstof. Voorzitter, ik heb dan wel, het algemeen onderzoek vind ik prima, maar de koppeling die de heer Jonkhans maakt met het recente nieuws dat kippen meer fijnstof veroorzaken, naar dit onderwerp, nou, die zie ik absoluut niet. Dus ik vind het wat discutabel om dit nu op deze manier te gaan onderzoeken. Zijn dit geen kippen dan? Dit zijn zeker wel kippen, maar dit zijn geen kippen die in de vrachtauto en bij Plukon nog even aan het scharrelen zijn, meneer Jonkhans, waar de stof komt opwaaien. Dus ik begrijp het niet helemaal. Ja, ik wil het volgende over nog wel even over zeggen. Sowieso is het denk ik goed dat we iets opnemen over fijnstof. Ja? En of je dat nog algemeen of specifiek, dat maakt me niet zoveel uit, maar het lijkt me goed. En dank voor de aanvulling, want ik vind wel dat die in zo'n MER, we zijn heel erg gefocust op geluid en stank, maar dat we in ieder geval fijnstof ook meenemen. Dat moet gewoon toch wel een wat centraler thema worden in dit soort zaken. Dus dank en hij is opgepakt en wordt meegenomen. Voorzitter, dit is wat mij betreft wat ik op de vragen zou willen zeggen. Voorzitter, ik had nog een vraag gesteld waar ik geen antwoord op gekregen. Welke is dat, meneer Jonkhans? Nou, dat was die van dat er in het stuk staat dat er enkele maatregelen in acht zouden worden genomen die een MER-procedure niet noodzakelijk maken. En dan vroeg ik mij af van wat zijn die maatregelen en hoe wordt dat geborgd? Dat die maatregelen ook daadwerkelijk worden genomen. Ik snap het niet. Dat ligt niet aan u, dat ligt aan de tekst. Oké. Ik zal weer zorgen dat die in de tekst komt. Ja? Ik kan daar niet iets tastbaars uithalen. Ik zorg dat die in het verslag dat die wordt meegenomen. Voorzitter. Kunt u daarmee leven, meneer Jonkhans? Ja, ik vertrouw erop dat de wethouder dat doet. Ja. Daar riep nog iemand, voorzitter. Dat was meneer Odink. Ja, dankjewel. De wethouder heeft iets geroepen over zeg maar de lozing van het afvalwater dat er tussen de Plukon en de waterschap gaat. Maar er bestaat ook een mogelijkheid dat het afvalwater geloosd wordt, zeg maar, gewoon op de gemeentelijke riool. Dus ik wil toch eens een reactie op of dan op die gemeente daar niet een uitdrukkelijke rol in heeft. Op dat moment hebben we daar een uitdrukkelijke rol in. Maar in eerste instantie is het waterschap de partij die gaat over waterzuivering. Ja? En ook de gemeentelijke riool koopt uit op de waterzuivering. Niet meer en niet minder. En is er nu al sprake van een directe leiding tussen Plukon en de waterzuivering? Oké. Bewaar de vraag zeker. Ja, dus dat, aan het eind van het traject komt dat terug, wat de uitkomsten zijn van de verschillende onderzoeken. Ja? Volgens mij bent u er nu echt... is er behoefte aan een tweede termijn? Ja, meneer Jonkhans. Meneer Jonkhans als enige, ga uw gang. Ja, de discussie van besmetting van bedrijven in de omgeving, dat is niet ondenkbeeldig, want niet al te ver daarvan is ook een andere kipstal waar we hier ook een merk van hebben gekregen. Er worden kippen aangevoerd vanuit, ik neem aan, heel het land. Je weet niet precies waar ze vandaan komen. Hoe zit dat? Hoe wordt er op ziekten gecontroleerd? Want je hebt daar toch een concentratie van allerlei kippen. En dus, ja, nou, wat is het risico? En in het verlengde daarvan, ja, dat gaat via zoonose, et cetera. Er staat verder niks van in. Dus
ik vind het wel van belang, ook voor, om te voorkomen dat er zeg maar ruiming van, of althans om dat te beperken, dat risico te beperken. Ik vind hem een beetje technisch, maar ik wil wel aan de wethouder vragen of hij hem wil beantwoorden. Voorzitter, als gemeente gaan we over heel veel dingen. Maar gelukkig hier niet over, want hier hebben we een inspectie voor. Die op verschillende momenten bij de, zoals men zegt, bij de kweker, maar bij de kippenmester allerlei onderzoeken doet. Onder andere vlak voordat ze naar de slachterij gaan. Het enige wat ik weet is dat er in de routing allerlei afspraken liggen hoe er gereden wordt. Dat is één ding. Maar de inspectie is daar, heeft daar zijn verantwoordelijkheid en wij niet. Dank u wel. Dan is ook hier de vraag, gaat dit als bespreekstuk of als hamerstuk naar de raad? Hamerstuk? Hamerstuk, vindt iedereen dat? Ja? Hamerstuk. Gaat hij als hamerstuk? Oké, hartelijk dank. Dan zijn we bij punt 6, convenant regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Centrum gemeenteregio Zwolle, wie kan ik daarover het woord geven? Mevrouw Hansen, mevrouw Kelder, meneer Reiling, mevrouw Willems. Komt punt 4 nog aan de orde, voorzitter? Oh ja, dat hebben we omgewisseld met punt 8. Dat is, we hadden ook alles op kunnen schuiven, maar ik heb aan het begin gezegd dat punt 4 en punt 8 gewoon worden omgewisseld. Dus zijn we nu bij punt 6. Mevrouw Willems wilde voor de ChristenUnie het woord. Meneer Bakhuis. Ik begin bij meneer Bakhuis. Dank u wel, voorzitter. Het raadsvoorstel en de documenten regionale veranderagenda, maatschappelijke opvang en beschermd wonen als meer de beschrijving van een convenant zijn naar de mening van de CDA helder omschreven documenten met een duidelijke visie aansluitend bij de participatiegedachte zoals in deze raad wel eens vaker uitgesproken is en met name ook veel ambitie erin. Het raadsvoorstel laat zien dat gekozen is voor een convenant met veel plaats voor regionale samenwerking, maar ook voor eigen beleid. Het spreekt ons dan ook aan dat volgens de beschrijving veel gekeken wordt naar de zelfwerkzaamheid van de cliënt en dat er vooral een beroep wordt gedaan op de eigen regie, maar dat deze ook eindig is. We hebben wel een paar vragen. Onder andere in de beschrijving van het convenant, artikel 5 lid 5, daar staat in gemeente kunnen gezamenlijk kiezen om restant budgetten te bestemmen in een zogenaamde bestemmingsreserve bij de centrumgemeente. Het woordje kunnen laat er bijvoorbeeld ook ruimte dat de gemeente Hardenberg ook zelf een beroep kan doen op die restant budgetten voor een stukje eigen beleid, zoals dat ook verwoord is binnen het convenant. Ten aanzien van de monitoring en evaluatie in artikel 9 zijn we benieuwd hoe de raad geïnformeerd wordt over de periodieke monitoring ten aanzien van taken en inspanningen en de effecten daarvan. In het stuk van de regionale veranderagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen staat in onder andere dat er goede en kwalitatieve voorzieningen zijn getroffen. Daar zijn we natuurlijk blij om. En natuurlijk zijn we ook blij met hoofdstuk 3 waarin het gaat om de zelfredzaamheid en de eigen regie. Maar een vraag naar aanleiding van paragraaf 5.7. Kan bijvoorbeeld iemand die nu woonachtig is in de gemeente Hardenberg en die begeleid wonen nodig heeft, ook een begeleide woning toegewezen gekregen bijvoorbeeld in de rest van de regio? Dus dat hij niet in de gemeente Hardenberg kan blijven wonen, maar bijvoorbeeld in Zwolle. Het convenant geeft aan dat er weigering mogelijk is, maar tot hoever gaat dat dan? En wat gebeurt er dan met die persoon? Ten aanzien van de financiering, er staat in tekorten worden volgens een vereveningsmodel verrekend over de gemeente. En we zijn benieuwd of daar in de begroting ook rekening mee is gehouden. Welke risico's liggen er bijvoorbeeld voor de gemeentelijke middelen daarvoor? In 7.5, ten aanzien van het overgangsrecht, klopt het dat er voor mensen die beschermd wonen op 31/12/2014... een overgangsrecht bestaat tot aan 31 december 2019. En we zijn benieuwd waar dat overgangsrecht dan uit bestaat.
En in de bijlage 1 worden een aantal cijfers weergegeven. Onder andere denken wij op te kunnen merken dat er sprake is van een toenemende vraag naar maatschappelijke opvang en begeleid wonen. En zo ja, heeft dan de portefeuillehouder zicht op de oorzaken daarvan. Tot zover in de eerste termijn. Dank u wel, meneer Bakhuis. Mevrouw Willems. Dank u wel, voorzitter. Al het leven in gaafheid en gebrokenheid verdient het om tot ontplooiing te komen. Om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is. Ook voor mensen die tijdelijk in een kwetsbare positie zitten. Soms lukt het nog niet om zelfstandig te wonen. En een voorziening voor beschermd wonen biedt een veilige en beschermde woonomgeving. En begeleidt bewoners in hun zelfredzaamheid. Zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving of op termijn weer zelfstandig kunnen wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de toegang tot beschermd wonen. Dit is geregeld in de jeugdwet en de wet maatschappelijke ondersteuning. De ChristenUnie onderschrijft de lijn die hier wordt uitgezet voor beschermd wonen en het bieden van maatschappelijke opvang. Toch hebben wij nog een paar vragen voor de wethouder. Op bladzijde 3, paragraaf 1.3, staat dat er op lokale prioriteiten en bewegingen kan worden ingespeeld. Waar denkt de portefeuillehouder dan aan? En in dezelfde paragraaf staat dat dit met terugwerkende kracht is vanaf 2015. Heeft dit nog bepaalde consequenties voor ons als gemeente Hardenberg? Van regionaal oplossen naar vroegtijdig signaleren en oplossen vragen wij ons af, hebben wij daar voldoende expertise voor in huis? Wethouder, wat kunt u ons aangeven over de verevening en de inkomsten 2017 en wat er verder volgt? Wat betekent dit financieel voor ons als gemeente Hardenberg? Is hier al meer bekend over? In een stuk staat dat er in het voorjaar 2016 meer bekend zou zijn. Maar er is verder niets ingevuld in het staatje op bladzijde 23 en 24. Om onze controlerende rol goed uit te kunnen voeren, lijkt het de ChristenUnie wenselijk dat het staatje op bladzijde 23 verder wordt ingevuld. En zeker voor 2017. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Even nog een paar vragen, concrete vragen. Om de duurzame door- en uitstroom met maatschappelijke omvang beschermd wonen te bevorderen, dient elke gemeente binnen de regio IJsselvecht concrete afspraken te maken met de corporaties. Die hebben we ook concreet. En zo ja, waar moet ik dan aan denken? Op bladzij 18 in de staat de opmerking dat we moeten gaan zoeken, creatief moeten gaan zoeken naar mogelijkheden om mensen die geen zorg meer nodig hebben of die kunnen blijven wonen. Kunt u dat concreet maken? Ik zal het nog even voorlezen. We kijken op welke wijze wij initiatieven kunnen faciliteren die het mogelijk maken om gefaseerd terug te keren naar zelfstandig wonen, eventueel met begeleiding. We onderzoeken daarbij de mogelijkheid om wonen en zorg op termijn te scheiden. We vinden het niet wenselijk dat mensen moeten verhuizen omdat de zorg niet meer nodig is. Nou, daar zou ik heel graag een concrete invulling van willen zien hoe u dat handen en voeten wilt geven. Mijn buurvrouw die heeft al gerefereerd naar het financiële plaatje. Dat zou ik ook graag willen. We willen veranderen. Dan is het denk ik wel heel erg handig als we nu weten wat het beginniveau is. En dat is financieel is dat in ieder geval niet aangegeven. Verder tijdens het lezen van het raadsvoorstel kom je op een hele rare, sorry dat ik het zo zeg, maar de Noord-Veluwe is er ook bij getrokken. Dan denk ik bij mezelf, hoe kan dit, hoezo is dit zo historisch gegroeid? Zou het eigenlijk niet veel praktischer zijn als we hetzelfde gebied gaan aanhouden als we bijvoorbeeld ook voor de jeugdzorg hebben? Goed, en last but not least trof ik een zin aan die ik ongeveer 6 keer heb moeten lezen voordat ik er een klein beetje van snapte. Dat zal waarschijnlijk aan mijn eigen vermogen liggen.
Ook wordt een besluit verwacht op rijksniveau als reactie op het advies van de commissie Toekomst Beschermd Wonen, welk effect zal krijgen op de dan al niet door decentralisatie van rijksmiddelen beschermd wonen en maatschappelijke omvang naar alle gemeenten in een nader te bepalen tijdspad als mede het objectiveren van rijksmiddelen beschermd wonen. Wethouder, kunnen we alsjeblieft dat soort zinnen vermijden? Ik neem aan dat u ook graag wil weten wat die zin exact betekent, meneer Reiling. Ik vind hem ook moeilijk, hoor. Fijn, dank u dus. Dan hoop ik dat u dezelfde nieuwsgierigheid hebt als ik. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Beschermd wonen, van oorsprong is dit tijdelijk bedoeld als voorbereiding op zelfstandig wonen en leven. Worden hierbij de doelen behaald of worden trajecten noodgedwongen te vroeg afgesloten, is onze vraag. En is de groei van het aantal verwarde mensen die dakloos zijn groot geworden of is dat aantal gedaald? Trouwens, de vraag over de verevening, wat de heer Bakhuis heeft gevraagd, die vraag hadden wij ook. Dus ik neem aan dat we daar een antwoord op krijgen. Dank u wel, mevrouw Hansen. Dank u wel, voorzitter. We hebben een aantal vragen. Op de eerste plaats op enkele punten na een zeer leesbaar, convenant en helder. Daar zijn wij erg blij mee. En dan veel vragen zijn al gesteld, dus ik probeer even te beperken. Preventief beleid, risicogroepen, toekomstig dak- en thuislozen. Hoe hebben wij dat in deze gemeente vormgegeven? De tweede vraag, hoe hebben wij de overgang 18-18 plus geregeld? Ik realiseer me nu ik hem stel dat dat vrij technisch is, mijn excuses daarvoor. En een laatste punt, wat ook per 1 januari zeer actueel gaat worden, is de opvang van verwarde mensen. De politie krijgt daar mindere taken in, de gemeente krijgt grotere taken. Hoe gaan wij dat regelen in deze gemeente? En valt dat ook onder dit convenant of is het een eigen beleid? Hier wou ik het even bij laten. Hartelijk dank. Dan wil ik de portefeuillehouder vragen de vragen te beantwoorden. Toch nog een spelletje van zo'n 20 vragen. Even het geheel. De maatschappelijke opvang was geregeld via centrumgemeente. En dat was een hele grote regio. Van Elmelo tot Hardenberg. Tot en met Kampen, Zwartwaardland, Staphorst. En daar zat niet, want iemand vroeg nog, kan je ook geloof meneer Reiling, kun je zelf doen als de jeugd? Nee, want Oostwijen, Raalte, Deventer zitten er weer niet bij. Want die zitten weer in de regio Deventer, Steden, Nieuw, weet ik precies hoe die daar zitten. Dat is historisch zo gegroeid. Dat is een lapperdeken van allerlei regelingen over het hele land. En daar kwam dus nu bij dat vanaf de invoering van de WMO beschermd wonen daar ook bij gaat komen. Of is gekomen. En daar is dan bijgekomen, daar waar het ging om een centrumgemeente die dat gewoon regelde, in overleg met er nu een gemeenschappelijke regeling is voor de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. En dat er voor het WMO-deel een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, waarbij nu eerst nog de centrumgemeente het geld krijgt. Maar waarbij er een landelijke commissie Dannenberg, dat was die moeilijke zin, dat is een landelijke commissie onder leiding van oud-wethouder Zwolle Dannenberg, die moest kijken hoe moet dat nu in de toekomst gaan. En die heeft eigenlijk gezegd, die zou op weg moeten gaan met het te decentraliseren naar de gemeente. Laat ik dat er maar even kort van zeggen. En daar moet nu, dat rapport is aan het Rijk aangeboden, en daar moet nu het Rijk een antwoord op geven. Nou, dat antwoord hebben we nog niet, dat wachten we af. Maar het zou mij niet verbazen als wij naar 2020, naar een soort decentralisatie van deze gelden naar de gemeente gaan komen. Maar
We zijn plat gezegd in blijde verwachting van het antwoord van het kabinet. Dat hebben we dus gewoon nog niet. Dat is eigenlijk simpel gezegd wat daar een beetje moeilijk staat. En ik mag heel eerlijk zeggen, ik ben er wel mee verantwoordelijk voor, maar ik heb niet zelf opgeschreven. Dat is in Zwolle in de centrumgemeente opgeschreven. En daar kunnen ze dus mooie moeilijke zinnen maken. Dat is altijd makkelijk als je bij een ander neer kan leggen. Maar dat even als algemeen kader waarbinnen dit verhaal is. En dan is er nu het verhaal van, we hebben het over beschermd wonen. Nou, in de regio heb je ergens kunnen lezen ongeveer 1500 mensen. En dan 200 mensen maatschappelijke opvang. En er komt nog wat verwarde mensen bij. Wij moeten, en nee, dan is er misschien nog een tweede aanleiding, zo goed om dat te vertellen. Er kwam een enorme korting in het budget. Met dat dus de WMO kwam, kwam er een miljoenenkorting, zodat wij als regio een miljoenen tekort zouden hebben. En toen zeiden we van, wacht even, dit is ons gezamenlijke probleem in de regio, van onze mensen in de regio, daar kunnen we niet alleen Zwolle mee laten zitten. Zeg, dan heb jij pech dat jij toevallig centrumgemeente bent, je hoeft het maar alleen op. Toen hebben we gezegd, als dit gaat gebeuren, dan gaan we verevenen. Dat is één, want we zijn er samen verantwoordelijk voor. En twee, we gaan met z'n allen naar Den Haag, want deze verdeling is oneerlijk. Nou, dat heeft gewerkt, want er is een herverdeling gekomen. Er staat een fout in de verdeelsystematiek, laat ik het zo nog maar zeggen. En er is een herverdeling gekomen waarbij het probleem eigenlijk van tafel is. Want als je het over de verevening hebt, en dan is ook gelijk maar even die vraag van de begroting. In 2015 hebben we uit mijn hoofd 1,5 miljoen overgehouden. In 2016 zullen we, denken we, 500.000, 6 ton tekort hebben. En in 2017 denken we dat we wel weer rond gaan komen. Nou, en dan kun je twee dingen doen als gemeenten. Laat ik die vraag er ook gelijk maar even pakken. Dan kun je met elkaar zeggen, wij gaan toch maar even een vereveningspotje maken voor het geval wij volgend jaar weer wat tekorten, want dan ga je iedere keer heen en weer hobbelen. Ja, dat doe je met de helft plus één, want het is een gemeenschappelijke regeling. Dus als wij afspreken met de helft plus één dat wij daar een potje van maken, dan maken we er allemaal een potje van. En dan mag Hardenberg niet zeggen, we maken er een potje van en we doen het anders. Dus zo werkt hij ongeveer. Meneer Bakkers, u zegt een helder document, dan krijg ik nog een paar keer terug. Nou, fijn dat dat in ieder geval goed over is gekomen. De hele systematiek van de WMO kom je tegen van mensen, als je jezelf kan redden, red je jezelf. Als je jezelf niet alleen kan redden, dan krijg je wat hulp. En dan gaan we er licht en dichtbij doen. En als het zwaarder is, halen we zwaarder erbij. We pakken integraal dingen op. En het sluitstuk is pas dat je beschermd moet gaan wonen. Dat je maatschappelijke opvang moet hebben voor iemand die helemaal niet meer voor zichzelf kan zorgen. Want wij laten niet mensen gewoon op straat leven. Dat zie je in de stukken ook wel een wat strengere kant aan. Van ja, je zou wel mee moeten werken. Je zou wel wat dingen moeten doen. Want we blijven niet eindeloos pamperen. Ik denk dat dat ook goed is. Om mensen in verantwoordelijkheid te houden daar waar ze het kunnen. En dan kan het zijn dat mensen in beschermd wonen komen. En dan zeg je, probeer te voorkomen om dat te doen. Probeer dat ambulant te doen. Probeer dat met je samen doen teams te doen. En de hulp erop te zetten die nodig is. Dan kan het gebeuren, dat het toch moet gebeuren. En dan is het tweede van, nou, laat het dan gebeuren, maar ga dan ook eens kijken hoe je kan terugwerken naar, kunnen we toch weer eruit vandaan komen, zodat iemand zelfstandig kan wonen. Nou, ik denk dat dat een goede lijn is. En dan zit er nog een ander punt, en dan kan het zijn dat mensen erin komen en er niet meer uit kunnen. En dan is er waarschijnlijk nog een verandering van de wet langdurige zorg. Het zou best kunnen dat deze mensen straks, ik geloof dat het jaartal van 2018 erin staat, dat deze mensen straks onder die wet gaan vallen. Nou, dan vallen ze niet meer onder ons potje, maar ook dan is de zorg geregeld. Maar dan heb je het ook over een hele specifieke categorie waarvan je zegt, er lijkt niet een punt van ommekeer mogelijk te zijn. Maar ook dat is nog even wisselzinking, want dat moet allemaal nog geregeld worden. Dan ga ik naar wat specifieke vragen. Die bestemmingsreserve heb ik gehad. Periodieke monitoring. Ja, kijk, waarom staan we hier? Normaal gesproken is dit eigenlijk de afspraak tussen de gemeenten. Wat geaccordeerd in de colleges komt niet eens bij u. Met dienverstanden, die komt alleen voor actieve kennisname bij u.
Als er niet het verhaal van de verevening in had gezeten, want dat gaat over budget, dan had hij nu niet bij u gelegen. Had hij gewoon op de agenda gestaan als actieve kennisname. Dus eigenlijk is het hele specifieke punt waarom u dat ding moet goedkeuren, dat is in verband met die verevening, die, voor zover we nu kunnen bekijken, tot en met 2017 geen problemen geeft. Als we in de toekomst nog weer naar een nieuwe, wat ze dan noemen, objectief verdeelmodel gaan, en de maatstaven vallen voor de regio Zwolle, zeg maar, even heel ongunstig uit, ja, dan moeten we dan even weer kijken. Maar vooralsnog is er geen reden om je zorgen te maken. En als er een tekort zou zijn, valt die binnen de 3D-systematiek, binnen de centen die we daar hebben, en moet die daar opgevangen worden. En kan die daar niet opgevangen worden, ja, dan moet die opgevangen worden uit de algemene reserve. Dat is de systematiek die wij hier in Hardenberg hebben afgesproken. Ik denk wel dat wij de komende jaren toegaan naar een, die vergat ik net even, naar een splitsing van de regio. Het is vrijwel zeker dat op een of andere manier Noord-Veluwe afgesplitst wordt en dat die het rondom Harderwijk zelf gaan oplossen. Wij hebben zelf wel eens gezegd, wij zouden binnen de regio Zwolle, laat ik het dan zomaar zeggen, als Noorderse Overijssel ook wel eens een verbijzonderde positie willen hebben. Daar lopen we wel over na te denken. Dat is hetzelfde als we met leerplicht en RMC doen. We zitten in de regio, maar dan worden wat gelden doorgedecentraliseerd en daar zorgen we zelf voor. Nou, of dat helemaal hier kan, dat weet ik niet. Maar dat is een van de dingen die we de komende jaren gaan uitzoeken met elkaar. Monitoring komt bij het college terecht en normaal gesproken zou die dan ook als actieve informatieplicht bij u terechtkomen. Kan iemand uit Hardenberg naar de rest van de regio? Ja, dat kan. Theoretisch kan dat in ieder geval. Weigeren kan ook, maar het is niet de bedoeling dat wij onze mensen zomaar even afschuiven. Maar soms heb je zulke specifieke voorzieningen dat je dan toch in Zwolle terechtkomt. Dat kan. Overgangsrecht voor mensen vanaf 2014, ja. Continuïteit van zorg is gewaarborgd voor die mensen. Toenemende vraag en oorzaken. Ik heb de toenemende vraag niet precies in cijfers paraat. Is algemeenheid in onze samenleving. Je hoort het met het verhaal over verwarde personen. De politie, daar zijn twee verschillende dingen. De politie die zich terugtrekt op de kerntaken en zegt dat is niet meer een kerntaak van ons. Dat doen we dus niet meer. Gemeente plat gezegd redden we ermee. En het mooie verhaal daarbij is, maar ze horen niet in de politiecel. Daar ben ik op zich het wel mee eens. Al moet je soms even de samenleving beschermen. En ik zou het aardig vinden dat de politie toch ook zijn signalerende functie wel een beetje blijft doen. En niet gewoon zegt van, we rijden een straatje om. Dat vind ik wel heel erg makkelijk en heel erg kort door de bocht. Maar goed, die discussie wordt wel gevoerd. Ik denk dat onze samenleving individualiserend steeds meer op jezelf terechtkomend, met name in grotere steden, toch nog steeds wat meer wegvallen van verbanden, heeft dan de neiging om mensen die het niet meer helemaal zelf kunnen, toch tussen wal en schip te laten vallen. En daar moet je als overheid dan weer het een en ander doen. Dus in die zin zou ik als filosoferend wel kunnen zeggen, ja, ik denk wel dat het wat aan het toenemen is. En als de economie weer de betere kant op gaat, ben ik ook heel benieuwd of die dan ook weer een beetje inzakt. Maar we hebben altijd een categorie mensen die op een of andere manier, ik zou bijna zeggen, leidt aan de samenleving. En het net niet helemaal redt, waardoor dan ook, of omdat ze zichzelf in de problemen hebben gebracht, of omdat ze echt tussen wal en schip zijn gevallen, waarvan je zegt, daar moet je dus wel wat mee doen. Dan hoor je als overheid, als samenleving, je hand wel open te hebben om die mensen het op te pakken. Want die laat je niet op straat liggen. Lokale prioriteiten en beweging. Ja, je hebt een aantal afspraken met elkaar gemaakt. Maar het begint lokaal. Als iemand problemen krijgt, dan zeggen we, wat kan je zelf? Wat kan je omgeving? En eventueel kom je bij je samen doen team terecht. En dan ga je kijken van wat voor hulp is allemaal nodig en wat kunnen we allemaal doen. En ook hier geldt, net als in de jeugdzorg, probeer het nou zo licht mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis. En zo vroeg mogelijk op te lossen. En wacht niet tot iemand helemaal ontspoord is. Nou, dat is het terrein bij uitstek van de gemeente. Daar zullen wij dingen moeten doen. En dat mogen we zelf weten hoe we het doen. Als we het maar doen. Daar hebben we afgesproken dat we het gaan doen. En hoe we het precies doen, dat is aan ons.
En dan had ik een vraag over expertise. Die ging bij mij even tussen wal en schip. Misschien dat u die nog even op wil zoeken en dan ga ik alvast verder met de volgende. De verevening heb ik het over gehad. Concrete afspraken, meneer Reiling, met de corporaties. Ja, wij maken altijd afspraken met corporaties, binnenkort ook weer. En dan maken we ook prestatieafspraken, ook over zulk soort woningen, over specifieke woningen, woningen en zorg enzovoort. Waarbij ik wel wil zeggen dat een van de problemen van beschermd wonen op dit moment is dat er een aantal mensen aan de achterkant die eigenlijk er weer uit moeten en eruit kunnen, dat er niet op tijd geschikte woonruimte voor die mensen is. Er zijn vaak mensen die geen dikke portemonnee hebben, dus die zijn gedwongen om iets met een goedkope huur te doen. Ja, en dat moet er maar net zijn. En dan zou je met ambulant hulp het een en ander kunnen doen. Het is natuurlijk heel slecht dat het systeem verkeerd blijft doordat de mensen te lang in zitten. Want er zijn dan hele dure mensen die veel goedkoper geholpen zouden kunnen worden als we wel voldoende woningen hebben. Dus we hebben met z'n allen in de regio gezegd, dit is de komende jaren wel echt een aandachtspunt om te zorgen dat mensen kunnen uitstromen. Het is overigens, een bruggetje naar jeugdzorg, precies hetzelfde als bij jongeren in de 24-uurzorg. Dan komt het moment dat je zegt, nou zou je wel weer op eigen benen kunnen staan met facultatieve hulp. Ja, en dan moet er een woonruimte zijn. En die is er dan soms niet. Ja, en blijf je dan nog een half jaar zitten en ben je weer 50.000 euro kwijt. Mevrouw Willems, misschien hebt u de vraag over de expertise. Ja. Expertise waarvan? Stond in een stuk van regionaal oplossen gaan we naar vroegtijdig signaleren en oplossen. En er was onze vraag van, hebben wij die expertise hier in huis? Ja, die bouwen we op via onze samendoenteams. Gefaseerd terugkeren naar zelfstandigheid, wonen en zorg scheiden. Ja, het is nu nog vaak beschermd wonen is van instellingen. Wonen is vaak toch nog weer van een woningcorporatie. En dan wordt toch weer specifiek wonen en zorg gekoppeld. Maar je zou ook kunnen zeggen, pak maar weer gewoon woningen van particulieren. En aan de ene kant woon je en ergens anders koop je zorg in of wordt zorg geleverd. Om dat allemaal een beetje flexibeler te maken en die doorstroming goed te houden. Beginniveau, plat gezegd, de 1500 mensen en de 200 mensen waar we het nu over hebben, daar zitten we nu. En we willen nu twee bewegingen maken. Omdat we zeggen, het zit toch wel vol, het is duur, het zit op slot. We hadden de dreiging van die miljoenen tekorten, die is gelukkig van tafel. Maar dat heeft wel iets gegeven, jongens, we moeten echt nu ook de beschermd wonen erbij gekomen. Is helemaal anders doen op de WMO-manier. Dus van tevoren, lichte hulp, voorkomen dat je zover komt. En als je zover bent, probeer dan weer mensen eruit te ploegen. Noord-Veluwe heb ik het over gehad. Die moeilijke zinnen heb ik het over gehad. Kijk, dit gaat snel. De verwarde personen, mevrouw Kelder, heb ik ook beantwoord. Preventief beleid heb ik het ook gehad. Die pakken we gewoon in onze hele BMO-aanpak mee. 18 plus, 18 min, ja, dat is best nog een aandachtspunt voor de toekomst. Want daar zit nog, net als bij de jeugdzorg, zo'n rare harde lijn waar soms zomaar even mensen tussen wal en schip komen. Dus hier zullen we echt naar moeten kijken. En dan zal ik ook nog wel eens een keer vragen naar onze experts kijken en onze samendoenteams van jongens, hoe kunnen we dit nu zo handig mogelijk doen? Dit is, plat gezegd, een verbeterpunt. En dan ben ik er door. Ik zie dat mevrouw Willems denkt dat u dat niet bent. Ik weet niet of er nog meer mensen zijn. Mevrouw Willems, welke vraag mist u nog? Ik had een vraag gesteld van wat de consequenties waren van de terugwerkende kracht vanaf 2015 voor onze gemeente. Daar heb ik geen antwoord op gehad. Volgens mij niet, want het zou dan vooral financieel moeten zijn. En 2015 is met een positief resultaat afgesloten. Nou, en dat positieve resultaat is waarschijnlijk groter dan het negatieve resultaat van dit jaar. Dus aan het eind van het jaar hebben we nog een patiënt en ik denk dat we 2017 weer goed uitkomen. Dus no problem. En dan zou die te stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd gaan worden. Ja, dan moeten we eens even kijken hoe die gaat lopen. Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Niet? Dan
vraag ik of dit als spreekstuk of als hamerstuk naar de raad kan. Hamerstuk, dat is mooi. En ik stel voor om even 10 minuten, of zeg tot 9:15 te schorsen. Ja, mooi. Gaan we om 9:15 verder. Ik ga ervan uit dat ik ook in de hal hoorbaar ben, maar ik wil toch graag weer gaan beginnen met de rest van de vergadering. Het is even na 9:15. Dus als iedereen weer plaats wil nemen, dan gaan we verder. Er staan nog een aantal mensen in de hal. Maar we gaan gewoon beginnen. Wij zijn aangekomen bij agenda punt 7 en dat is de transformatieagenda sociaal domein. En toekomstige ontwikkelingen samen doen. Wie kan ik daarover het woord geven? Mevrouw Kloekhorst, mevrouw Van de Hoek, meneer Van de Grampel, meneer Brink. Is alleen wel de grote vraag of D66 en VVD ook wat willen zeggen, maar dat ga ik, dan laat ik nu even voor wat het is. Ik geef het woord aan meneer Van de Grampel. Dank u wel, voorzitter. De transities in het sociaal domein zijn gerealiseerd. En het is nu zaak ons te richten op transformatie en doorontwikkeling. Dat is, kort samengevat, de strekking van het raadsvoorstel. De transformatieagenda, zoals die is bijgevoegd, geeft ook in een 14-tal thema's aan waarop welke onderwerpen dat zal gebeuren. In zijn algemeenheid kan de fractie van de ChristenUnie daarin meegaan. Ook de technische vragen die wij hebben gesteld zijn tot tevredenheid beantwoord. En ook wil ik het college danken voor de wel zeer snelle beantwoording. Compliment. Maar niettemin hebben we toch nog wel enkele vragen aan de portefeuillehouder. In de transformatieagenda zelf is op bladzijde 4 een 11-tal beoogde effecten opgenomen. Het opnemen van effectmeting onderschrijven wij als fractie volledig. Maar wij missen nu juist hoe u deze effecten gaat meten. Dus graag daar een reactie op. Hoe gaat u dat doen? Het voorstel aan de Raad daarnaast is tweeledig. Enerzijds om kennis te nemen van de inhoudelijke ontwikkelingen in het sociale domein en de transformatieagenda. Maar ook anderzijds om financiële middelen beschikbaar te stellen. Bij het beslispunt aangaande de financiën wordt echter geen concreet bedrag genoemd. Terwijl in het raadsvoorstel zelf bedragen voor een structureel 527.000 euro worden genoemd, driejarig incidenteel ruim 552.000 euro. En wij weten dat er de afgelopen jaren natuurlijk al regelmatig zowel structureel als incidentele middelen beschikbaar zijn gesteld. Wij missen hier toch ook wat onderbouwing en willen graag nog een uitleg van de portefeuillehouder daarover. De driejarige incidentele aanpassing van de formatie is gekoppeld aan de evaluatie van het op 16 september 2014 vastgestelde beleidsplan Samen Doen. Als je 3 jaar verder gaat, dan praat je over september-oktober 2019. Dat vinden wij eigenlijk wel een wat langer termijn. Ik zou de portefeuillehouder dan willen oproepen om eerder, en dan nog wel in deze raadsperiode, denk aan zo begin 2018, met een evaluatie van het beleidsplan te komen, op basis waarvan wij op dat moment ook een beslissing kunnen nemen over een eventueel derde jaar van het beschikbaar stellen van incidentele middelen. Daarmee kan naar ons idee echt in flexibiliteit worden geopereerd, kan worden ingespeeld op de actuele situatie van dat moment. Dan nog even, voorzitter, over een bijlage, het cliëntervaringsonderzoek 2015. De uitkomsten vinden wij wat magertjes. Op veel onderdelen scoort Hardenberg lager dan de referentiegroep. En het meest in het oog springende is de mate van ontevredenheid over de ondersteuning. Heel terecht dat dit signaal ter harte wordt genomen, dat er aan verbetering zal worden gewerkt. Maar niettemin roep ik de portefeuillehouder op om ook over de uitkomsten van dit CEO nadrukkelijk in gesprek te gaan met de participatieraad. Tot zover eerste termijn, voorzitter. Dank u wel, meneer Van de Grampel. Mevrouw Van de Hoek. Dank u wel, voorzitter. Relatief gezien is het een goed stuk en worden de juiste zaken aangestipt en aangegeven hoe het
transformatieagenda met name vonden wij interessant om te zien. De punten die daarin aangegeven worden zijn goed. Een aantal zaken kunnen we natuurlijk nu niet uitvoerig bespreken, neem ik aan. Omdat gezondheidsbeleid is al geweest, het armoedebeleid, hebben we een congres voor. Wat ik mis in het hele stuk is een onderwerp wat wij recent hebben besproken in een informatiebijeenkomst. Waarbij we gezegd hebben, die laagdrempelige toegang naar het samen doen teams. En de bekendheid daarvan is misschien wel wat mager. En wordt het tijd dat er een andere beweging ontstaat. Namelijk niet de burger naar de samen doen, maar de samen doen naar de samenleving toe. En die zie ik hier onvoldoende terug in hoe dat in het beleid wordt aangepakt. Dat kun je denk ik ook terugzien in de cijfers die meneer Van der Gampel net aanhaalde. Dat baart ons wel zorgen. Als je er bent en zo'n breed stuk van het maatschappelijk domein moet gaan uitvoeren, dan moet je ook op alle maatschappelijke domeinen zichtbaar zijn. En die lijkt wat ons betreft onvoldoende. En zo heb ik hem ook begrepen in de laatste informatiebijeenkomst. Ik wil graag horen van portefeuillehouder wat voor transformatiestappen daarin gezet gaan worden. Daarnaast heb ik ook kunnen lezen in de aanverwante stukken dat het gebruik maken van de collectieve zorgverzekering nog zeer ver beneden de maat is. Daar geldt natuurlijk hetzelfde verhaal voor. Als je niet kenbaar maakt dat het er is, hoe krijgen we nou al die mensen daar toch wel in? Zeker als je naar de KIS-documenten kijkt en de rapportage die erachter zit, naar alle mensen die feitelijk het geld er niet voor hebben. Daar wil ik graag ook een reactie op als kant. Tot zover. Dank u wel, mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie vindt de transformatieagenda een mooie richtlijn om de ontwikkelingen in het sociale domein integraal te verbeteren. Het verbinden van diverse beleidsterreinen in de uitvoering is complex. Onze fractie heeft enkele vragen. Op welke manier heeft de lokale agenda een verbinding met de mogelijk toekomstige transformatieagenda regionaal? Met andere woorden, zijn onze thema's rond bijvoorbeeld regelsloop ook de thema's die regionaal vanuit een gezamenlijke visie opgepakt gaan worden. In het onderzoek van de SWO wordt aangegeven dat het beleid niet altijd meer aansluit bij de uitvoering. Als het beleid niet meer aansluit, waarom dan pas een evaluatie na 3 jaar? Kan de portefeuillehouder daar nog een toelichting op geven? In de transformatieagenda wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de doorontwikkeling van de samendoenteams, zowel op het gebied van organisatiestructuur als in de inhoudelijke uitvoering van werkzaamheden en toegang. Dit is niet alleen een investering van onze gemeente, maar vraagt ook een investering van de kernpartners in de teams. Worden de ambities in de transformatieagenda ook onderschreven door onze kernpartners? Nog een laatste vraag naar aanleiding van een opmerking in het cliëntervaringsonderzoek WMO Jeugd over het lage percentage inwoners dat gebruik maakt van de onafhankelijke individuele cliëntondersteuning. Wordt nog onderzocht hoe dit komt? Dank u wel. Meneer Brink. Voorzitter, dank u wel. Ook een aantal vragen namens de CDA-fractie. Ja, wat ons betreft ook in principe een goed stuk. Na de transities, tijd voor de transformatie. Mijn eerste vraag sluit eigenlijk aan ook op de vraag van meneer Van der Gampel. In het stuk staat natuurlijk heel veel, of heel vaak, wat we willen doen, maar niet heel erg hoe je het wilt doen. Wij zouden ook graag willen zien hoe je de effecten en hoe je de ambities meet. Hoe weet je nou dat je de ambities gehaald hebt? Vervolgvraag je daarop is ook eigenlijk wel van, en hoe informeer je de raad daar dan over? Daar zijn wij ook wel erg benieuwd naar. En de monitor hebben wij uiteraard ook bestudeerd. En wat ons opvalt, is dat er in de monitor wel heel veel algemene cijfers staan over de inwoners van onze gemeente. En wij vragen ons af in hoeverre het goed zou zijn om de monitor af te stemmen op de ambities die staan in deze transformatieagenda, zodat je ook kunt meten wat de effecten zijn van dit plan. Dan nog even het ATC dienstenbedrijf. We krijgen een klein beetje de indruk dat het ATC dienstenbedrijf zich met name ook wat focust op de wat, met alle respecten, wat lagere opgeleiden binnen onze samenleving.
Maar er zijn ook wel hoger opgeleide waar jongeren die grote moeite hebben met het vinden van een baan en dus een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En wij vragen ons wel een klein beetje af of daar voldoende aandacht voor is. Dat horen we ook graag. En dan nog even op pagina 16 van de transformatieagenda. Daar wordt gesproken over een advies van de participatieraad. We hebben daar vanavond al eerder, hebben het daar eerder over gehad. En zij sturen aan op, op meer betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. En er staat er in een stuk letterlijk geschreven: dit is een mooie suggestie die opgenomen kan worden bij de doorontwikkeling van het Samen Doen Team. Ja, wij vragen ons af waarom dat zo'n afwachtende houding wekt. Dat is een beetje wat het bij ons opwekt. Waarom zou je dat niet gewoon gaan doen? Want volgens mij, volgens mijn fractie, is het zo dat de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen altijd goed uitpakt. Daar hebben we het vanavond ook al eerder over gehad, dus daar ook graag een toelichting op. En dat was ook gelijk mijn bijdrage in eerste termijn, mevrouw de voorzitter. Dank u wel, meneer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn eerste vraag die komt niet rechtstreeks uit de onderliggende stukken, maar uit de begroting. Participatie en werkgelegenheid. Door het intensiveren van de reïntegratie worden er meer trajecten voor mensen bewerkstelligd. Hierdoor worden er ook hogere inleenvergoedingen voor 50.000 euro ontvangen. De samenhangende kosten van de gehele reïntegratiewerkzaamheden zijn met een gelijk bedrag gestegen. Dat vond ik wel een hele mooie. Kijk, als je met zo'n reïntegratietraject 10 mensen uit de bijstand kunt halen, dan is de winst enorm. Maar hier zie je dus dat de inleenvergoeding feitelijk wordt weggeveegd door de extra inzet die getroost moet worden. Wat zijn dan de benefits voor ons als gemeente? Dan over de bedragen die gevraagd worden. 552.000 euro, 750 incidenteel en structureel. Die 527.000, dat is 1,1 miljoen. Als ik dat eventjes omsla naar 50.000 per werknemer, zijn dat 22 werknemers. Voor 3 jaar. Ja, of reken ik zo slecht? Denk ik niet. Maar wat gaan we met dat geld doen? En waarom 552.000? Waarom geen 452? Waarom? Ik vind de onderbouwing van deze bedragen vind ik heel erg gering. Dus daar zou ik graag wat meer duidelijkheid in willen hebben. En om dan toch weer terug te komen op de sociale ombudsfunctie. Als daar straks geld voor beschikbaar moet worden gesteld, zit dat dan ook in dit bedrag? Verder kwam ik nog een praktijkvoorbeeld vorige week tegen. Als bijstand wordt aangevraagd door jongeren, dan is er een wachttijd van 4 weken. Die 4 weken verplicht zoeken naar werk is funest voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Los nog van alle papierwerk. Ik ga er toch vanuit en ik hoop dat dat bevestigend wordt beantwoord. Dat op het moment dat jongeren zich aanmelden, dat er na 4 weken, als er geen follow-up is van die jongeren, wel een follow-up is vanuit het Samen Doen Team of mensen die dat in hun portefeuille hebben. Want anders zouden die mensen inderdaad tussen het wal en schip belanden. Dus ik hoop dat de wethouder daar met een volmondig ja op kan en wil antwoorden. Dank u wel. Wil mevrouw Hansen nog wat vragen? U was net niet op uw plek. Dat klopt, maar in feite alle vragen die wij bedacht hadden, zijn op dit moment al gesteld. En ik voel er weinig voor om in herhaling te vallen. Heel fijn, dank u wel. Dan wil ik uw portefeuillehouder vragen. Voorzitter, ik zie in mijn aantekening dat ik een vraag vergeten ben. Zal ik die u mag hem nog aanvullen, ja. Ik vroeg mij af of het integratiebeleid voor onze nieuwe Hardenbergse statushouders een onderwerp is wat ook meegenomen gaat worden in het maatschappelijk pad in dit stuk, in de transformatie. Want die zie ik niet expliciet genoemd. En we krijgen wel extra middelen. Ja, dank u wel. Wethouder. Dank u, mevrouw de voorzitter. Transformatie. Ja, en, dank voor uw compliment in ieder geval rondom het stuk zelf. Want het is best heel veel informatie, ook voor u als raad. Ook voor u als participatieraad. En
We weten nu veel, zeg ik wel eens. Hè? En de vraag is natuurlijk van, wat wil je dan gaan meten? Wanneer kun je zeggen dat beleid succesvol is? Of het toe doet? Of een meerwaarde biedt? Dat zijn vragen die wij ook graag aan de hand van deze brei aan informatie, want u heeft veel informatie via de monitor, via de quizinformatie, die we ook graag op een korte termijn eens met u willen gaan bespreken. Waar gaan we nou precies met elkaar op sturen? Want we kunnen een hele monitor vullen met informatie en we kunnen een quizonderzoek nog een keer opnieuw doen. Wat mij betreft wel helder informatie wat daarin staat, om te duiden van wat zijn onze kwetsbare groepen in de samenleving. Maar ik zou u willen uitdagen, en daar wil ik ook best een procesvoorstel voor doen, om met elkaar eens na te denken over welke 5 effecten willen we nu met elkaar continu monitoren. Aan de hand van deze grote hoeveelheid aan informatie. Dat is ook een vraag die ik me stel aan de Raad. Tegelijkertijd heel veel gebeurt, 2500 herindicaties. Ik heb wel eens gezegd, 20% van onze samenleving, dat is ongeveer het uitgangspunt, heeft ondersteuning nodig. 15% tijdelijk, 5% permanent. Nou, als je ongeveer telt, als u mee heeft geteld, zeg maar aan de hand van de monitor, de cijfers, dan komen we heel eind in de buurt van die 20%. Ik kom al aan ongeveer 11.000 personen, zeg maar, die gebruik maken van voorzieningen. Er zitten soms ook dubbelingen in. Ja, want u heeft ook kunnen lezen, 20-30% van de mensen heeft meervoudige voorzieningen. Maar dan als je alles bij elkaar telt, dan is dat uitgangspunt volgens mij best goed toe te passen ook op onze samenleving. Geweldig grote opgave die we inmiddels samen doen, proberen te realiseren. En tegelijkertijd ook nadenken over hoe ziet samen doen er in de toekomst uit. En hoe komen we misschien nog beter en dichter, zoals mevrouw Van Hoek zei, en sneller, laagdrempeliger bij mensen zelf. Dat is een uitdaging die er is. En tegelijkertijd, want daar hebben we gistermiddag nog een discussie over gehad, ook met een externe, van als je samen doen te veel profileert, krijg je misschien ook wel heel veel vragen die we niet bij samen doen horen. Dus met andere woorden, de verbinding formeel-informeel vinden wij ook nog wel best wel een spannende. Maar je moet ook de kracht van het informele gebruiken, zeg maar, om die preventieve kant te kunnen gaan gebruiken. Dat zien we ook als uitdaging voor de komende periode. En dat kan nu we de transitie op orde hebben en de transformatie echt begint. En daarom is 2017 ook zo'n belangrijk jaar om in te investeren. Daar kom ik zo nog op terug. Ik ga naar de vragen toe. Meneer Van der Grampel. Nou, ik heb al iets gezegd volgens mij, want u verwijst terecht naar de effectmeting op pagina 4. Nou, dat zijn wat mij betreft ook hele heldere effecten. Maar de vraag is van, ga je dat ook nog vertalen in smart termen? Wanneer zijn we dan ook tevreden? In percentages misschien gemeten of anders gemeten? Gaan we daar bepaalde normen aan koppelen? En gaan we dat dan ook tussentijds meten? Nou, dat, nogmaals, daarover wil ik met u ook de komende tijd in gesprek, omdat we de monitor verder willen doorontwikkelen. Het is nu heel veel informatie, inclusief quizinformatie, andere informatie. En ik wil toe naar een handzame monitor, zodat u ook eens een keer met een druk op de knop tussentijds kan zien waar we staan. Voorzitter, dat is een kans voor open doel die ik natuurlijk niet laat gaan. Ik kom zo met het voorstel, dus heel fijn dat u die handreiking doet. Daar wil ik zeker graag aan meewerken. En ik zie een procesvoorstel van uw kant graag tegemoet. Dank u wel. Dan als het gaat om de financiële onderbouwing. Nou, we hebben ook aansluiting gezocht, zeg maar, bij de begroting die nu voor ligt. Die 5 ton, zeg maar, 2 keer, dat is niet expliciet uitgeschreven in dit gaan we nou van A tot en met Z daarvoor doen. 5 ton, zeg maar, met name ook voor de programmaontwikkeling en 5 ton voor organisatieontwikkeling. Maar je zult met elkaar samen doen, verder moeten gaan, uitrollen, versterken. We willen aan de slag met pilots. U heeft ook kunnen zien, dat komt straks bij het onderdeel jeugdzorg, dat we ook met die pilot jeugdzorg aan de slag willen. Ook als het gaat om de participatiewet waar meneer Reiling aan refereerde, daar liggen ook geweldige kansen, uitdagingen om rondom het thema bijvoorbeeld beschutwerk, juist voor mensen die het moeilijk hebben om een plek te vinden op de arbeidsmarkt, om daar in pilotvormen dingen mee te gaan doen. Sociaal ondernemen staat voor de deur, daar krijgt u binnenkort een voorstel over. Kortom, die innovatie, die doorontwikkeling, die transformatie,
daarvoor hebben we ook echt middelen nodig om met elkaar die slag te kunnen gaan maken. Daarom hebben we ook gezegd, die 5 ton incidenteel, die willen we juist ook incidenteel inzetten om de prikkel bij de organisatie ook te houden, zeg maar, om effectief, heel effectief met die middelen om te gaan. Zo moet u dat in feite lezen. Als u zegt, de evaluatie samen doen, is na drie jaar wel, dat is dan wel een hele lange termijn. Daar kan ik me iets bij voorstellen. U kunt ook met elkaar als raad zeggen van, nou ja, we willen toch nog in deze raadsperiode een evaluatie met elkaar. Want dan hebben we 2015, 2016, 2017. Dat kan. Maar beseft u dan ook wel dat u daarmee, misschien als u daarmee verder iets wilt gaan doen, ook iets zegt over de periode daarna, hè, voor een nieuwe college- en raadsperiode. Dat is uw keuze, dat kan. Ik zie niet eigenlijk een probleem om dat niet te willen met elkaar. En dat maakt wel... Dat voorzitter, zie ik hier een toezegging van de portefeuillehouder? Wij hebben gezegd dat we best bereid zijn om begin 2018 op elkaar terug te kijken op de eerste 3 jaar. Ja. Voorzitter, mag ik hier een aanvullende vraag over stellen? Mag ik wel vragen aan u of samen doen teams een doel op zichzelf zijn? Of dat het nou de bedoeling is dat het een organisch onderdeel gaat worden van de transformatie? Want soms komt het over als het optuigen van het sociale wijkteams het doel op zich zou zijn en het antwoord op al onze problemen. Dat lijkt me toch niet wat transformatie is. Nee, en daarom is het ook goed om steeds kritisch te kijken, zeg maar, ook naar de rol en positie van en de ontwikkeling van samen doen. En daarom hebben we ook gezegd, het samen doen is geen doel op zich, maar is een middel. Ja? Om dichter bij de zorgvraag te kunnen komen, bij de ondersteuningsvraag te kunnen komen. En steeds willen wij in de ontwikkeling, ook in die transformatie, kijken van hoe zich dat ontwikkelt. In het samenspel tussen formeel en informeel, zeg ik dan maar even. En dat is de uitdaging die ik in 2017 ook met name zie. Het is een organisch groeimodel. Meneer Van der Grampen, u zei ook het ervaringsonderzoek. Doe daar wat mee, hè, met die informatie. Nou, dat zullen we ook zeker doen. Want we hebben ook in het stuk zelf gezegd, wij kunnen leren daarvan. Die informatie gaan we ook delen met de participatieraad. Om ook te weten en te ervaren en te voelen hoe dat daar wordt ervaren, ook bij de achterbannen. Om daar ook steeds weer te kijken van hoe kunnen we ons beleid, of misschien wel onze communicatie, dat kan ook op andere vlakken liggen, elke keer een stukje verder brengen. Mevrouw Van der Hoek, die laagdrempelige toegang, heb ik volgens mij in het begin al iets over gezegd, daar ligt ook een uitdaging, en daar zit ook wel een deel ontwikkeling in voor 2017, om dat met elkaar te realiseren. Ik zei net al, transitie was eigenlijk toch ook het woord in 2016 en dit jaar. We zullen in 2017 die laagdrempeligheid verder moeten vorm en inhoud geven. Dus dat komt. Dat staat ook op onze lijst. Uw opmerking ten aanzien van de collectieve zorgverzekering, die begreep ik iets minder goed. Want ik heb juist ervaren, tenminste die gegevens heb ik, dat het gebruik daarvan toch toeneemt. En dat we dat ook nog niet zo slecht doen als gemeente. Dat we ook in staat zijn om pakketten, denk aan chronisch zieke gehandicapt, om die steeds weer opnieuw te herijken. Zodat de kosten van mensen met veel medische zorg zoveel mogelijk worden beperkt. Ik heb zelf het gevoel dat we ook in de informatie en communicatie daaromtrent best stappen hebben gemaakt. En dat kan natuurlijk altijd beter. Het is natuurlijk altijd aan de klant individueel om te bepalen of hij daar ook gebruik maakt van zo'n aanbieding. Want er zijn meer zorgverzekeraars met een pakket. Dus ik herken me niet helemaal in uw analyse op dat terrein. Maar misschien heb ik het wel mis. Er gebeurt iets. Ik zei niks verkeerd, toch? Nee. Mevrouw Kloekhorst, lokale agenda, ja, dat is een hele mooie vraag. Want wij hebben natuurlijk ook te veel maken met regionale samenwerkingstrajecten. En in hoeverre, uw vraag is eigenlijk, in hoeverre beïnvloedt de lokale agenda ook de regionale agenda? En omgekeerd volgens mij ook nog. Dus ik kan u zeggen dat wij proberen, als het gaat om een onderdeel als regelsloop, om dat ook wel op die regionale agenda te krijgen. Dus volgens mij ziet u straks ook wel in het voorstel rondom jeugdzorg, hè, dat wij ook proberen de lokale vrijheid daarin te pakken. Dus ik kan u zeggen dat Hardenberg daarin, als het in de regio best wel vaak voorop loopt.
Laat ik dat maar zo stellen. Dus de lokale agenda is wat ons betreft leidend. Zover dat kan binnen wettelijke normen. Mag ik daar nog even kort op reageren, voorzitter? Nou, het is ook, je wilt samen met inwoners het goede doen. Je gaat op een gegeven moment meer out of the box, zeg maar. Maar het kan natuurlijk een moment komen dat er toch wat zwaardere zorg nodig is. En als dat dan niet goed aansluit op elkaar, dat is ook iets wat ik in de informatieavond hoorde. Ja, dan kan dat gaan knellen. Dus daarom vraag ik ook naar die verbinding voor onze lokale agenda en de regioagenda. En ik denk dat het zeker een belangrijk onderwerp is, want daar waar zorg in elkaar overgaat, om dan ervoor te zorgen dat er geen mensen tussen wal en schip belanden. En daar moet je met elkaar heldere afspraken over hebben. Maar dan zullen wij ook onze lokale kleur nadrukkelijk laten gelden. Dat kan ik u wel vertellen. Er gebeurt elke keer iets om mij heen. Volgens mij roep ik toch geen rare dingen, voorzitter. Beleid bij uitvoering, evaluatie na 3 jaar. Nou, ik heb volgens mij net al iets over gezegd. Ik denk dat het goed is om straks inderdaad terug te kijken op die eerste 3 jaar. Die ambities die worden ook, als het gaat om samen doen, door de kernpartners gedeeld. Dus wij zijn ook voortdurend in gesprek met kernpartners over hoe gaan we de komende jaren met elkaar in. Nou, dat heeft u kunnen lezen. En het kan natuurlijk niet zonder commitment van al die partners zelf. Dus die ambities worden gedeeld door de kernpartners. U verwijst nog naar de WMO Jeugd, het cliëntenonderzoek. En dan wil ik even niet meer uw vraag. Kunt u dat nog een keer van mij herhalen? Jazeker. In het onderzoek wordt eigenlijk gezegd dat we een heel laag percentage inwoners van de gemeente Harderwerk gebruik maakt van de onafhankelijke cliëntondersteuning, die kosteloos is. En ook in de ondersteuningsplannen meegenomen wordt. En daar wordt wel een aanname in het onderzoek gedaan. Daar wordt gezegd van, nou, dat kan wel wellicht te maken hebben met een hoge drempel voor de formele organisaties. Dus mijn vraag was, wordt dat nog nader onderzocht? Want een aanname is natuurlijk niet in dat onderzoek meegenomen. Ja, we hebben ook gezegd, als conclusies uit deze onderzoeken, dat we dit, zeker ook als je kijkt naar het percentage inderdaad, is inderdaad laag. Hè. En je kunt vertellen van, nou ja, laag, hoog scoren, maar dat is niet representatief, zeg ik dan maar. Dus dat gaan we ook verder analyseren. Dus dat kan ik u toezeggen. Dan, meneer Reiling, ik probeer nog even terug te keren bij uw eerste vraag. Want u had het over een hogere inleenvergoeding rondom de participatiewet. Wij vragen een inleenvergoeding ook bij ondernemers. Dat wordt ook weer gebruikt om andere trajecten te financieren. Want daarmee creëer je geld. Hè, zo simpel is het, integratietrajecten. En ik begreep even niet zo goed de vraag die daaraan gekoppeld was. Want daar kwam ik niet helemaal uit. Want ik zie dat gewoon als inkomsten, zeg maar, die we weer gebruiken om andere trajecten mogelijk te maken. Zo simpel is het eigenlijk. Toch? Ja. Ja, voorzitter, ik zal proberen de vraag nog een keer te verduidelijken. Er wordt 50.000 euro binnengehaald aan inleenvergoeding. Maar de kosten om de integratiewerkzaamheden, die zijn met hetzelfde hoeveelheid gestegen. Dus qua saldo zou je dan heel sec kunnen zeggen, nou, dan levert het dus eigenlijk niks op. Een stukje werkgelegenheid. Maar ik hoop dus dat het dan wat oplevert. Dus dat je doordat je mensen nu weer aan hun baan hebt geholpen, ja, dat je dan de benefits haalt uit bijvoorbeeld dat ze uit de bijstand gaan. Ja, dan heb je denk ik een dubbel voordeel. Ja, mevrouw de voorzitter. Los nog van de sociale omstandigheden, maar dat vind je natuurlijk ook heel belangrijk. Ik begrijp de vraag nu, dus hetzelfde wat u zegt. Ik weet ook niet hoe lang wij al werken met die inleenvergoedingen. We willen daar zeker ook nog een stap in gaan zetten. Wat wij heel belangrijk vinden bij die inleenvergoedingen is zodat de ondernemer bereid is om iets te betalen, hè, voor iemand die krijgt. Dus dat effect willen we nog veel groter gaan maken. En op het moment dat iemand aan het werk komt, bespaar je daarmee wel een uitkering. Dus misschien heb ik ook de indirecte effecten wel niet helemaal helder daarin verwoord. Alleen dat gekoppeld, zeg maar, reïntegratiekosten. Dat kan. Ik denk dat het goed is dat we dat in het vervolg meenemen. Wanneer is het effect dan geweest van zo'n inleenvergoeding? De tweede vraag die u had, die leg ik even neer bij mijn ondersteuning ambtelijk. Daar kom ik zo op terug, rondom dat geld.
uw zorg rondom mensen met een verstandelijke beperking, dat die niet tussen wallen schip vallen in verband met die 4 weken termijn, nou, dat gaat ook echt niet gebeuren. Dat zeg ik u maar eventjes. Want daar werk ik ook, als u zoals u dat weet, even kunnen lezen, heel nauw samen met VSO Pro onderwijs. We hebben ook hier afgespraak van niemand tussen wallen en schip. En ik weet dat er een uitstekende samenwerking is hier in Hardenberg, die ook wel representatief is een beetje voor het land. Want we zijn ook bezig met de invulling van beschut werk op dit terrein, juist ook voor deze jongeren. Ook al krijgen we daar formeel maar geen geld voor van het ministerie, we hebben toch gezegd, binnen de middelen die we hebben, binnen de participatiewet, willen wij voor een x-aantal jongeren daarvoor ruimte creëren. Mevrouw Van der Hoek kwam nog even tussendoor met de vraag rondom integratiebeleid statushouders. Ja, wij komen binnenkort met een voorstel hoe we dat precies gaan doen. Dus dat past hier in dit hele verhaal, hoe wij een statushouder gaan integreren. Er komt nog een apart raadsvoorstel aan. Ik kijk af en toe naar achteren om bevestiging te krijgen, maar ik word voortdurend ja geknikt, dus ik ga door. Meneer Brink, over dat wat en hoe heb ik net iets verteld. Dus ik ga met u graag met u als raad in gesprek over effecten. Hoe informeer je de raad? Nou, dat komt dan vanzelf, want daar gaan we ook met elkaar spreken over. Op welk moment communiceren we daar nou met elkaar over? Hè? We hebben ook wel eens gezegd, in het begin volgens mij, we doen het 2 keer per jaar. Maar misschien moet je wel zeggen, we gaan per kwartaal kijken waar we staan. En ik zou het ideale plaatje vinden dat u straks kunt zeggen op uw computer, ik druk op een knop en ik weet ongeveer waar we staan nu. Dat zou nog het mooiste zijn. Voorzitter, mag ik daar een kleine aanvullende vraag over stellen? Want ik meen me te herinneren, en nou overdrijf ik misschien een klein beetje, maar daar ben ik misschien wel een beetje goed in soms. Nee, maar zolang als ik in deze raad zit, praten wij volgens mij over een monitor. En nou hebben we een monitor, maar die laat toch wel behoorlijk veel algemene gegevens zien van de inwoners die hier wonen. En dat zei ik zo straks ook al. Maar waar ik een beetje benieuwd ben, is kunnen we hier ook een tijdspad aan hangen? Wanneer kunnen we tegen elkaar zeggen van, goh, we hebben nu een monitor waar we ook echt iets mee kunnen? Dan triggert u mij wel een beetje, want terecht die vraag. Maar eerst moet je iets weten om te kunnen meten. Ja? Dus ik heb ook gezegd, want het is een brei aan informatie. We hebben nu een monitor, die hadden we nooit, heel plat gezegd. Ik ben het met u eens, als u zegt van het is heel algemeen wat er staat, maar hij geeft wel heel veel informatie. Ik vind het best heel informatief. De vraag is alleen, waar willen we als college en raad op sturen? Dat is de kernvraag. Dus ik vind dat we een stap hebben gezet. Ik ga niet roepen van met kerstmis is die klaar. Maar ik wil op korte termijn met u in gesprek. En dan gaan we ook een realistisch tijdpad daarover instellen. Maar ik ben in ieder geval als portefeuillehouder heel blij dat we nu met elkaar deze informatie hebben. Want die hadden we dus niet goed op orde. Heel klaar. Uw vraag rondom hoger opgeleiden vond ik een mooie vraag. Het lijkt wel inderdaad soms alsof we ons alleen bezighouden met mensen met weinig of geen opleiding. Nou, ik zou zeggen, het tegendeel is waar. Want het zou natuurlijk niet bepaald democratisch zijn om te zeggen van iedereen met MBO plus of HBO of academische opleiding die redt zichzelf maar vanuit zelfredzaamheidsprincipe. Zo werkt dat niet. Want werkloosheid wordt ook vaak bepaald door persoonlijke kenmerken van mensen. Laat daar ook maar helder in zijn. Wij gaan rondom de participatiewet nog een avond voor u organiseren. Specifiek helemaal over de participatiewet. Rondom beschut werk, waar jong, hoger opgeleide, lager opgeleide. En dat komt volgens mij, ik dacht in januari, februari. Januari. Dus dat gaan we zeker organiseren om ook te kijken wat doen we juist specifiek voor die groep op de arbeidsmarkt. Maar dat gebeurt ook al het een en ander. En vergeet u ook niet de betrokkenheid van het UWV. Als het gaat bijvoorbeeld ook om de waaijongengroep. Ten slotte, de ervaringsdeskundige, die ook door de participatieraad werd genoemd terecht, daar zullen we ook zeker van gebruik gaan maken. Dus ik wil hem actief maken en niet passief. Dus ik had nog één vraag volgens mij voor een ambtelijk adviseur rondom die financiën van meneer Reiling. En daar heb ik mijn vragen volgens mij gehad, mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Nee. Dan nu de technische wethouder, oftewel de ambtelijke wethouder. De 5 ton, even naar meneer Reiling toe, die zegt van ja, moest kijken, wat kun je er allemaal wel niet mee doen. Maar
Volgens mij zit daar een levensgroot misverstand in. Als je kijkt vanaf 2015, de verschillende budgetten, pak ze maar bij elkaar, dan zie je de inkomsten teruglopen van 45 miljoen, 42, 40, 39 en dan zakt die naar 38. Dus we zitten in teruglopende gang, want we zitten nog steeds met de rijkskortingen. De huishoudhulp 40%, de jeugdhulp in drie fasen 15% enzovoort. Dus daar zitten we nog steeds in. En we hebben toen gezegd in 2015-16, maatschappelijk domein moet incidenteel geld hebben om de transitie vorm te geven. Dat geld valt nu weg. Daarmee valt er per 1 januari 2017 uit mijn hoofd 7 ton weg. Dat was incidenteel geld. En we zeggen ja, maar na de transitie komt de transformatie en daar hebben we veel geld voor nodig. Voor het hele sociale domein. Dan heb ik het dus over zeg maar grofweg de 40 miljoen van de 3D met nog een keer 20 miljoen voor de rest van het sociale domein. Dat is iets van 60 miljoen met elkaar. Daar vraag je 1 miljoen voor, ietsje meer. Dat is nog geen 2% van het totale budget om die transformatie vorm te geven. En dat doe je dan in 3 jaar lang, zeg maar 5 ton incidenteel. Die moet dan wegvallen. Dan hou je 5 ton structureel over. Dan heb je dus al met al, ten opzichte van de 7 ton die je had, nog steeds een bezuiniging van 2 ton bereikt over 3 jaar. Met andere woorden, het is dus niet zo dat er 1 miljoen bij komt. Dus daar zit het verhaal. Dus u kunt in, bijna achterin het, in de oplegger, in het transitiedocument, kunt u het lijstje ook zien. Voorin staan de cijfers van 2015-16 en achterin van 17, 18, 19, 20. En daar zit die 1 miljoen al in. Nou, trek die 1 miljoen er eens af, dan kom je dus dik in de problemen. En dan moet je dus ook op je kosten en je uitgaven. Dan moeten wij dus bezuinigen en moeten we dus gewoon plat gezegd mensen of middelen uitdoen om uit te komen. En we hebben gezegd, als college, dat ga je dus niet redden. Daar moeten we dus echt even mee bezig. Je hebt structureel geld nodig, maar je hebt de eerste paar jaren nog wat incidenteel geld nodig. En die moet je dan door transformeren weer gaan verdienen, om zo te zeggen. Zodat je die er over 3 jaar uit zou kunnen doen. Dank u wel. Wethouder De Vent, nog een aanvulling. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dit heeft te maken nog met de discussie die we in het begin van de avond hadden en de onduidelijkheid rondom de ombudsfunctie. Inmiddels is de organisatie al verder dan ik ben, dus dat is mooi. U krijgt voor het weekend een schrijven over de ombudsfunctie met daarin wat verschillende scenario's. Dus dat was ook de afspraak die in het vorige overleg is gemaakt. Dus dat bij deze. Mag ik dan nog daar nog een aanvullende vraag stellen? Nou, dan ga ik eerst eens even vragen of er behoefte is aan een tweede termijn. Dan kunt u hem daarin stellen, meneer Reiling. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Reiling, weet ik wel. Mevrouw Van der Hoek. Meneer Reiling. Ik ben natuurlijk heel erg blij dat we dit weekend dan nog zeg maar het voorstel, of in ieder geval de varianten voor de ombudsfunctie krijgen. Worden we dinsdag niet getorpedeerd in onze plannetjes voor de ombudsfunctie omdat we dan de begroting vaststellen? Mevrouw Van der Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik ben vandaag niet helemaal helder, dus ik had mijn vraag over de zorgverzekering beter moeten stellen. Mijn excuus aan de wethouder. Er staat in de quiz op pagina 8 dat er 38% bereik is gerealiseerd in de collectieve zorgverzekering. En dat dat relatief heel goed is, want de meeste gemeentes hebben 30%. Maar tegelijkertijd staat er een zin achter dat de collectieve zorgverzekering in de laatste jaren is afgenomen, omdat de kosten vaak hoog uitvallen voor de klant. En dat is een soort contradictie, want we hebben een collectieve zorgverzekering om de lasten te kunnen drukken. Om een tegemoetkoming te regelen ten aanzien van het eigen risico. En toch wordt er minder gebruik van gemaakt, omdat de kosten hoog uit zouden vallen voor de klant. Is dat hier dan ook het geval waardoor het niet zo zou zijn? Want dat is toch eigenlijk een hele rare regeling dan die wij hier hebben. Overigens hoor ik vanuit de samenleving deze klacht namelijk wel, dat het te duur zou zijn. Dank u wel. De wethouder nog een keer.
naar meneer Reiling toe. De financiële, dat zit er nog niet in verwerkt. Het gaat over scenario's voor de ombudsfunctie. Ik denk ook in de aanloop naar de volgende stap rondom PNC-cyclus, zeg maar. Eerst weer op 2017. Dat daar wellicht voorgesorteerd kan worden als dat nodig mocht zijn. Maar u krijgt niet, daar wil ik gewoon heel helder in zijn. Een voorstel nu met daarin een financiële verwerking. Het gaat nu om de vorm en inhoud van de ombudsfunctie aan zich. Daar gaat het om. Mevrouw van der Hoek. Ik denk dat die opmerking een quiz is bedoeld in de algemene zin. Niet zo specifiek voor Hardenberg. Want wij merken juist een groei van collectieve zorgverzekering. Gebruik daarvan. Ook denk ik door het opnieuw uitgebreide pakket wat wij hebben. Dat de kosten daar hoger in uitvallen. Ik heb het signalen, u is er waarschijnlijk wel, maar ik heb ze niet. Ik denk dat het vaak ook wordt gekoppeld aan andere uitgaven die mensen hebben op het gebied van zorg. Dat vraagt wel om een nadere analyse om dat eens even met elkaar te duiden. Dus ik neem uw opmerking te harte om dus te kijken of we in de gesprekken over collectieve zorgverzekeringen ook dit signaal krijgen. Maar vooralsnog ben ik tevreden over het bereik en gaan we proberen dat bereik nog veel groter te maken. Dank u wel. Hartelijk dank. Ook hier weer de vraag, kan dit als bespreekstuk of als hamerstuk door naar de raad? Bespreekstuk? Dit agendapunt wordt volgende week, staat volgende week op de agenda. Ja. Dan zou ik eerst voorstellen dat we een bespreekstuk. Bespreekstuk, ja. Dan gaat hij als bespreekstuk naar de raad. Dan zijn we nu bij wat eerst agendapunt 4 was en nu punt 8, onderhoud gemeentelijke gebouwen. Wie kan ik erover het woord geven? Meneer Gelling, meneer Stelpstra, meneer Nijhoff. Ik begin bij meneer Nijhoff. Dank u wel, voorzitter. We hebben de nota vastgoedmanagement 2014-2018 er nog even bij gezocht. Daarin werd aangegeven dat met de vaststelling van de uitgangspunten van die nota het onderhoudsniveau de komende jaren aanzienlijk zou worden verlaagd met aanzienlijke financiële voordelen als resultaat. Er werd wel aangegeven dat actieve monitoring daarbij noodzakelijk is. Wat zijn de uitkomsten van deze monitoring en hebben die mede geleid tot verschuivingen binnen de diverse posten? En zijn daarnaast de financiële consequenties die we kunnen zien in de overzichten nog andere punten uit de monitoring gekomen? Onduidelijk is voor ons wat er nou precies gebeurt met zwembad De Slag. Er wordt in de aanvullende informatie aangegeven dat er nog €125.000 bezuinigd moet worden vanwege een tekort. Er werd wel jaarlijks ruim €151.000 ten gunste van de voorziening groot onderhoud geboekt. Kan de portefeuillehouder daarover meer duidelijkheid verschaffen, omdat er ook wordt gesproken over personele kosten en aanpassing van openingstijden. Dat maakt het geheel niet overzichtelijk en zuiver. Ook staat erin dat in de nieuw voorgestelde toevoeging van... Nee, sorry. Er staat ook in dat voor het, in de begroting van het zwembad De Slag nog geen onderhoudsplan ten grondslag ligt. In de nieuw voorgestelde toevoeging van 88.000 blijkt wel uit het specifieke overzicht van De Slag. En ik mis de aansluiting tussen die beide stukken. Verder blijkt dat de voorziening groot onderhoud met de voorgestelde aanpassing voldoende groot is voor minimaal 10 jaar. De functie van voorziening is om fluctuaties in verwachte kosten te kunnen opvangen. Uit de grafieken blijkt dat deze voorziening zich op een niveau bevindt van tussen de ruwweg 2 en ruim 2,5 miljoen. Waarop is dat niveau gebaseerd? Het is ruim 3 maal de jaarlijkse toevoeging en we zijn toch een aantal jaren geleden afgestapt van de reservepotjes. Daarnaast, waarom wordt gevraagd, of waarom is het nodig om de structurele vrijval van 38.500 in te zetten als dekking om de voorziening toekomstbestendig te houden? Dat is mijn bijdrage voor dit moment. Dank u wel. Meneer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Ik ga hier wel even verder.
Nou ja, dit is ook oorspronkelijk mijn eigen stoel, dus dat zal het zijn geweest. Ja, mijn fractie heeft kennis genomen van dit stuk. Zitten mooie staartjes bij. Naar aanleiding van de reshuffling die er heeft plaatsgevonden. We vinden het toch wel moeilijk om te beoordelen. Want goed, ja, je ziet dat je eerst een plan maakt. Dan vindt er een grote reshuffling plaats. En daarmee lossen we ook direct al onze problemen op. Want we kunnen het potje weer aanvullen. Dus we vinden het moeilijk om te kunnen bepalen van ja, in hoeverre hebben we nu dingen nu scherp in beeld. Gaan we over een paar jaar weer reshuffelen? Komen er dan weer andere zaken uit? Wellicht kan de portefeuillehouder daarop reageren. En ik vond dat mijn buurman ook wel een aantal interessante vragen stelde. Daar ben ik ook erg nieuwsgierig naar. Dank u wel, meneer Gelling. Ja, voorzitter, dank u wel. Nog een kleine vraag. Ik lees dat u de flexibele voorraad, daar wordt geen onderhoud meer uitgevoerd. Dat levert vanzelfsprekend een hoop geld op. Maar in mijn beleving, ook een kleine koppeling naar de begroting, is die flexibele voorraad eigenlijk bedoeld om te verkopen? Althans, dat is wat ik ervan begrijp. En is het niet zo, als u daar geen onderhoud meer aan pleegt, dat de waarde van dat te verkopen vastgoed behoorlijk achteruit gaat hollen? Dus bijt u uzelf daarmee niet in de staart? Hè? Is het niet zo dat deze bezuiniging en dotatie aan de voorziening uiteindelijk leidt tot een evenredige afname van de waarde van uw vastgoedportefeuille en daarmee de uiteindelijke opbrengst uiteindelijk weer wegvalt? Hè? Voorzitter, de heer Gelling, volgens mij staat er niet dat er geen onderhoud meer gaat plaatsvinden. Tenminste, ik lees minimaal onderhoud. Misschien, ja, maar dat klopt. Misschien alleen dat anders. Nee, maar de hele dotatie, het verschil tussen die 422.500 en die 746 zit dus in het vermindering van onderhoud op deze flexibele portefeuille. En dat is ook de toevoeging aan de voorziening die uiteindelijk plaats gaat vinden. Wat in mijn beleving dan tot de constatering leidt dat je uiteindelijk dus je voorzieningenniveau voor andere panden op niveau brengt. Doordat je geen, of althans niet meer dan het onderhoud wat nodig is voor de veiligheid, hè, dat staat erin. Dat een behoud van veiligheid staat ja, voor pand, maar verder niks. Ook op vaste posten wordt wel aardig. Ja, maar we hebben al eerder iets over gezegd, de zaken van scholen bijvoorbeeld. Als je die een tijdje laat staan, dan worden ze daar gemiddeld gezien niet beter van. En dat is een hele praktische vraag. Ik neem aan dat het bureau wat dit dan uitgezocht heeft ook wel iets vindt van de uiteindelijke waardeafname die in mijn beleving, maar als het anders is, hoor ik het ook graag, het gevolg is van deze activiteit. En waar mij wel intrigeert, is eigenlijk een beetje het vreemde van meneer Nijf zegt, wij zouden geen reserves meer aanhouden. Nou, dat is een voorziening natuurlijk niet. Maar ik vraag me eigenlijk wel af waarom je een voorziening aan wil houden. Hè? Want normaliter is een voorziening iets waar je met de Belastingdienst ernstig over van discussie kan verschillen, omdat je hem ten laste brengt van het resultaat. Maar dat hebben we hier niet, daar doen we hier niet aan. Dus ik vraag me eigenlijk überhaupt af waarom je dit in voorzieningen wil stoppen en niet gewoon ten laste legt van de begrotingen. Dank u wel. Ik ga de wethouder vragen om de vragen te beantwoorden. Voorzitter, laat ik de raad uit de droom helpen. Het verhaal wat hier staat voor onderhoud, als je dat over 4 jaar terug gaat kijken, dan weet je één ding, het heeft niet geklopt. Dat weet ik uit ervaring als vanuit mijn vorige werkgeving. Wat je doet, is je gaat op basis van technische, ja, ik noem het maar techniek en kengetallen, ga je een onderhoudsplan maken. Maar voordat je bezig gaat met groot onderhoud, ga je altijd kijken, is het wel nodig? Ja? Dus als je terugkijkt, zie je altijd dat dingen net iets eerder of net iets later vallen. Maar we hebben daar methodieken voor in dit land, dat hebben we hier ook op losgelaten. Ja, en natuurlijk inspecties die je doet. En daar is dit op gebaseerd. Maar het zal nooit op 10.000 euro nauwkeurig kloppen. Dus als je hem weer gaat actualiseren, vandaar ook dat het heel belangrijk is dat je eens in de zoveel tijd onderhoudsplannen actualiseert, dan zul je zien dat daar verschillen in zitten met datgene wat we hier gepresenteerd hebben. Ja, maar goed, kijk, voorzitter, jaarlijks groot onderhoud wijkt 10% af. Is dat een normaal marge? Moeten we daarbij rekening houden dat de volgende keer weer 10%? Ja. Dat zijn normale, maar dat wil niet zeggen, maar dat kan plus en min, hè? Dat wil niet zeggen dat het alleen maar min is, maar het kan ook plus zijn. Dat ben ik wel gewend, dat het meestal min is. Fijn. Het stuk is bij nader inzien niet echt duidelijk over zwembad De Slag. Die 125.000, die zit in de exploitatie, hoort hier eigenlijk niet thuis. Eigenlijk moet je het zo interpreteren. Zwembad De Slag, daar hebben we een raming gemaakt voor onderhoud. Voordat we
de aanbesteding hebben gedaan voor de bouw. En voordat we de aanbesteding hebben gedaan voor meerjarig, in dit geval 10 jaar onderhoud. En daar valt een bedrag uit vrij. Zo moet je hem interpreteren. Vergeet even die 125.000. Ja, vergeet dat gewoon even. Dat is een exploitatiebezuiniging die we ons van tevoren opgelegd hebben ten opzichte van de situatie zoals die was bij de Mars. Ja? En als u daar meer van wil weten, dan wil ik dat wel eventjes kort bijvoegen, maar heeft op zich aan zich niks met onderhoud te maken. Die is er, ja, in de tekst is die erbij gekomen. Ja, en dan de voorzieningen. Terecht dat daar de vinger bij gelegd wordt. Als je kijkt door die aanpassing wat we nu doen, het budget voor het gemeentehuis inbrengen op de plek waar die hoort, plus dat we zeggen de flexibele voorraad die we hebben, daar gaan we een ander onderhoudsregime op loslaten, dat levert de bezuiniging op. Als je dat nu meerjarig bekijkt, als we niks zouden doen, zakten we door het ijs. En nu hebben we tussen de 2 en de 3 miljoen aan voorziening. En ik zou u voor willen stellen om bij de kadernota in het voorjaar daar nader op terug te komen. Want als je door de stukken kijkt, dagelijks onderhoud geregeld, renovaties geregeld vanaf 2019 of 20 zitten die gewoon in onze exploitatiebegroting. Dit pakken we nu op. Maar er is ook nog een vorm wat we nog wel lastig vinden, dat noemen we dan additief onderhoud. Soms heb je een gebouw waar je in moet investeren om een functieverandering mogelijk te maken. Ja? Ik wil wel een simpel voorbeeld noemen. Als we straks de discussie over het LOC hebben gehad en we zeggen van nou, een van de functies die er nu in zit, ik noem maar iets, kantoren, die verdwijnt en er moet een andere functie in komen en zit in het gemeentelijk deel, dan zul je moeten kijken, hebben we daar wel middelen voor om hem zo aan te passen dat je hem ook weer in de markt kunt zetten. Daar hebben we nog geen onderzoek of onvoldoende onderzoek naar gedaan. En ik zou willen zeggen, geef ons even de ruimte bij de kadernota. Dan kunnen we ze alle drie, misschien alle vier naast elkaar zetten. Dat is onderhoud, dat is groot onderhoud, dat is renovatie en eventueel additief onderhoud. En het is zo, als wij er geen, het zou mijn lijn zijn, als wij er op dat moment niet zien dat daar een bestemming voor is, dan kan zo'n voorziening, een groot deel van die voorziening kan vrijvallen en kan toegevoegd worden aan de algemene reserve. Ja? Voorzitter, mag ik even een verduidelijkende vraag stellen? Hoor ik hier het college nu eigenlijk gewoon zeggen van, wij willen graag die voorziening nog even invullen en u hoort te zijn tijd voor ons hoe we dat voorstellen? Wij komen bij u terug, bij de kadernota, waarin we de zaak even op een rij zetten. En als wij niet een invulling hebben voor die voorziening, in de vorm van, want we hebben alle vormen van onderhoud hebben we nu beschreven, behalve dat additieve deel. En ja, die discussie met de LOC loopt ook. En dat we dan bij de kadernota aan u voorleggen en daar met u over in discussie gaan. Toch kan ik me herinneren dat in de begroting die vervangingsinvesteringen al wel zijn meegenomen. Nee. In de meerjarenbegroting. Additief onderhoud zit er niet in, er zit een renovatie in. En vaak probeer je functieverandering en renovatie samen te laten gaan. Maar als een gebouw nog niet aan renovatie toe is, maar de functie waarvoor die gebouwd is, of is niet meer geschikt voor de functie waarvoor die gebouwd is, moet je toch soms dingen afboeken en moet je toch een investering doen. Die zit niet in de begroting. Additief onderhoud in die vorm zit niet in de begroting. Maar geef ons even de ruimte, ja, om daar met de kadernota, ja, en nogmaals, u gaat erover, dus voor die tijd kunnen we het ook niet uitgeven. Dit is toch wel een interessant onderwerp, want in feite zegt u additief is onderdeel van onderhoud. Een functieverandering is onderhoud. Ja, je zou hem ook ergens anders bij kunnen zetten, maar je wordt in de regel vaak gepakt bij onderhoud. Okay. Ja? Ja, dat is dus, de regel. Dus zou ik zeggen, dat potje zou ook helemaal vrij kunnen vallen. Dat potje zou grotendeels of helemaal, of het is maar net waarvan u zegt van nou we willen toch een bepaalde bandbreedte hebben. Stel dat we op die plus 10% uitkomen, hè? U had over min 10%, maar stel dat het eens een keer plus 10% wordt. Dan zul je even moeten kijken van nou wat voor risico zit erin en wat voor voorziening zouden we daar achter de hand willen hebben. Ja? Ja? Maar als daar, als alle vormen van onderhoud, als die belegd zijn en additief onderhoud in die zin, dat noem ik als voorbeeld en je zou misschien nog een paar voorbeelden kunnen noemen, is niet aan de orde, dan zou die in principe vrij kunnen vallen. In principe, ja. Maar daar gaat u over. Ja. Dus hij zal, dit zal een prominente plek, denk ik, moeten hebben ook in de kadernota. Voorzitter, mag ik misschien de heer Stelpstra een vraag stellen naar aanleiding van zijn vraag? Heer Stelpstra, ik hoor u eigenlijk een beetje zeggen van, kunnen wij niet misschien volgende week voor met deze voorziening ook iets doen bij de bespreking van de begroting? Of heb ik dat verkeerd gehoord? Ik ben benieuwd wanneer u mij dat hoorde zeggen.
Impliciet uit uw vraagstelling. Oké. Okay. Ja. Nee, ik kijk gewoon uit naar de kaderstelling. Want ik voorzie dat daar een aanzienlijk bedrag vrij komt vallen. Maar goed, dat is... Voorzitter, mag ik daar een kleine opmerking maken? Afwachten. Want voordat hier de beer verschoten wordt, is dat niet helemaal wat de wethouder zegt. De wethouder zegt dat het geen voorziening hoeft te worden. En dat is precies wat het is. Maar zegt ook dat de kosten van onderhoud, zoals die gepland worden, dan gewoon in de lasten worden meegenomen. Dus het is niet zo dat, dat als er iets vrijvalt, dat daar geen kosten tegenover staan. Maar dan moet er wel gewoon onderhoud gepleegd worden. Alleen, er is geen voorziening voor nodig. En ik denk dat het volstrekt juist is om die additieve voorzieningen, waar ik nog nooit van gehoord had overigens. Nee. Maar dat is een deel wat je dus moet investeren, begrijp ik, om een bepaalde bestemmingswijziging te geven of iets verkoopbaar te maken. Dat is nou juist waar je voorziening voor treft. Dus ik denk dat wat de wethouder zegt helemaal juist is. Ik denk dat de suggestie alleen... Ik zie meneer Doch al wel rekenen met zijn WOZ-voorstel. Die denkt, dan kan ik nooit onderhoud gebruiken voor een... Dat heb ik niet gezegd. Dat we even... Dat hoor ik ook wel tussen de regels door. Dat we even helder hebben dat wij natuurlijk een voorstander zijn van vandaag. Maar dat dit geen oplossing is voor het sluitend krijgen van een begroting. Want er staan wel kosten tegenover. Ja, dan de heer Gelling die zegt, van wordt er dan helemaal geen onderhoudsplicht en gaat daardoor de marktwaarde niet omlaag. Nou, er zijn objecten bij die geen waarde hebben. Ja, moet ik eerlijk zeggen. Daar zullen we dus zo min mogelijk aan doen. We hebben nog een serie woningen. Dat zijn dus dingen die wel waarde hebben. Die proberen we ook zo snel mogelijk te verkopen. En als u de krant gevolgd heeft, natuurlijk wel gezien dat we daar verschillende zaken aanbieden. En er zijn ook gebouwen bij, waarvan wij zeggen, die horen niet tot de basis, het basisbezit van de gemeente. En dat proberen we in ieder geval beheer en onderhoud te beleggen bij andere partijen, bij een gebruiker in deze. En dan moet je denken, we hebben nog wat buurthuizen enzovoort. En dan komt er een stukje privatisering om de hoek kijken, waarvan je zegt, we geven ze toch een bepaalde bruidschat mee, zodat ze voor de komende jaren, laat ik zeggen, niet in de financiële problemen komen. Dus er zitten verschillende gradaties in. Want ik ben het met u eens, als je jaren niks aan onderhoud doet en je laat de zaak verpauperen, dan zou je beter een onderhoud misschien kunnen doen. Ja, en zo de waarde op peil houden. Maar er zitten verschillende gradaties zitten erin. Het is ook niet zo dat we helemaal niks aan onderhoud doen, maar we doen geen groot onderhoud. Even kijken. Volgens mij heb ik de opmerking en de vraag gehad. Kijk even rond over meneer Gelling. Ja. Kijk, in het ogenblik, want meneer Stelpstra heeft u ook nog wat, want anders doe ik gewoon een tweede termijn hoor. Maar zoals ik heb nog een heel klein puntje over die verschillende bedragen. Oké, meneer Gelling heeft nog vragen. Anderen nog vragen? Meneer Nijhoff ook? Meneer Gelling. Ja, een hele korte vraag, voorzitter. Want ik las nog dat de uiteindelijke uitkomst van het voorstel zoals het nu ligt, hè, nog hangende voorstel voor voorzieningen die in de kadernota terug gaan komen, dat in de eerste begrotingswijziging 2017 te lezen was. Maar daar zag ik het niet in. Heb ik niet goed gekeken? Of komt er nog een voorstel voor deze eerste begrotingswijziging ter behandeling? Volgens mij kan het niet in de eerste begrotingswijziging. Nee, maar het staat er dus vandaar dat ik me even afvroeg of ik dat nou niet goed had of dat ik daar even op moest wachten bij een andere begrotingswijziging. Dan zou ik het voorstel daarop aanpassen. Meneer Stelpstra, wat is uw kleine vraag nog? Ja, goed, ik had nog even gevraagd van hoe ik die bedragen allemaal moet interpreteren. Kijk, als ik naar dat stuk kijk en je ziet al die verschuivingen in die bedragen, dan... Maar het kan aan mij liggen, bekruipt me het gevoel van, deden we het in het begin nou zoveel verkeerd of doen we het nou zoveel goed? Als ik kijk naar de brandweerpost bijvoorbeeld, groot onderhoud, dan gaat er een hele hoop vanaf. Maar de sporthallen gaat er weer een hele hoop bij. Dus ik vind het ook wel moeilijk om, ja, het is mooi dat dat soort staartjes erbij zijn, maar wat zegt dat mij nou? Ik zou technisch het helemaal kunnen uitgaan vragen, maar... dat zie ik ook niet echt zitten. Zeker met die kennis kan ik denk niet zoveel. Nee, lijkt me ook niet de bedoeling, maar dank u wel. Meneer Nijhoff? Ja, goed, de heer Stelpstra die vraagt naar de financiële wijzigingen. Ik was eigenlijk nog benieuwd of er naast die financiële zaken nog andere dingen uit die monitoring zijn gekomen. Ja, dank u wel. De wethouder. Voorzitter, ik heb net even met mijn ambtelijke medewerker kort gesloten of het nou de eerste of de tweede begrotingswijziging is. Maar de eerste kan het niet zijn, want dat was de septembercirculaire. Dus we zullen even met de afdeling financiën moeten kortsluiten hoe dat goed wordt geformuleerd. Die bedragen, en dan kom ik eigenlijk bij de vragen van Nijhoff van Stelpstra terecht, want eigenlijk liggen die in mekaars verlengde. Wat je doet is, je hebt een onderhoudsplan, die maak je.
En daar baseer je je jaren op. Maar de laatste jaren zijn we veel sterker gaan monitoren erop. En wat je dan ziet is dat met name in sportzalen, daar zaten we toch wat te laag. Ja? Is toch eerder aan onderhoud toe. En de brandweerkazerne heeft een aardig impuls een paar jaar geleden gehad. En toen is niet het hele onderhoudsplan meteen geactualiseerd. Ja, als je even jouw voorbeeld, of het voorbeeld van de heer Stelstra eruit haalt. En dat is dus nu wel gebeurd. Dus wat heeft het monitoren, wat heeft dat opgeleverd? Een beter zicht op de kwaliteit van de gebouwen. Dus ook een beter zicht op de onderhoud, wat benodigd is. En inderdaad, het klopt dat er vrij grote fluctuaties zitten, omdat we niet elke keer maar weer dat onderhoudsplan om het jaar of zo aanpassen. En we zijn toen uitgegaan van een bepaalde methodiek. En ik zal de techniek achterlaten, want er hangt ook een bepaald softwareprogramma achter die zaken daarvoor je doorrekent. Nu hebben we dat op een andere wijze gedaan. En dat betekent toch dat je dit soort fluctuaties krijgt, maar ook bevindingen als in sporthallen zit daar vaak iets meer in dan een brandweerkazerne. En zo zie je nogal wat verschuivingen, dat klopt. Ja. En als je kijkt, wat heeft het ons nou opgeleverd? Het budget van de gemeente is overgeleverd van de BOH, daar hoort het niet, omdat de afzonderlijke gemeenten zelf verantwoordelijk zijn van het onderhoud van de gemeentehuizen. Ja, dat is één. En het tweede wat het opgeleverd heeft is een dikke 80.000. Die zeg maar flexibiliseringsslag of die slag om onderscheid te maken tussen flexibel en vaste voorraad. Ja? Dat zijn eigenlijk de zaken die ervoor gezorgd hebben dat wij een voorziening hebben waarin we het grote onderhoud ruim kunnen doen. Maar goed, daar heb ik net al iets over gezegd. Ja? Dan de vraag of dit als bespreekstuk of als hamerstuk naar de raadsvergadering kan. Wat mij betreft als hamerstuk. Hamerstuk, ja. Hamerstuk, oké. Dan zijn we nu bij punt 9, wat ook echt punt 9 was en blijft. Integraal voorstel jeugdhulp. Wie wil daarover het woord? Mevrouw Kloekhorst, mevrouw Hansen, mevrouw Kelder, meneer Reiling, meneer Wilds, mevrouw Veldhuizen. Ik begin bij mevrouw Veldhuizen. Ja, dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie heeft kennis genomen van het stuk wat voor ons ligt, het integrale voorstel jeugd. En van de terugblik en de bijbehorende cijfers. En we kunnen ons prima vinden in het voortbestaan van de BVO met de uitbreiding van de taken. En we gaan ook akkoord met de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling. Ook de vooruitblik na onder andere de lokale pilots heeft onze instemming en ook onze aandacht. Het onderzoek, de evaluatie, uitgevoerd door de BMC is overwegend positief, prima, maar zou wat de CDA-fractie betreft wel concreter mogen en we zouden eigenlijk wel een tijdspad gekoppeld willen zien aan de voorgestelde aanbevelingen. Kan de portefeuillehouder daar iets van zeggen? Dat was het voorlopig. Dank u wel, meneer Reiling. Ja, dank u wel. Vergeef me, ik heb een aantal vragen een beetje door elkaar gehusseld. De visie jeugdhulp ook. Ik moet hem even. Ik wil toch graag dat u ze wel gescheiden vraagt, meneer Reiling. Ja, ga ik doen. Maar ik moest even een beetje tijd winnen. In het raadsvoorstel, daar staat in, door vaststelling van de bijgevoegde visienota stemt u in met het loslaten van de brede financiële solidariteit voor alle vormen van jeugdhulp met ingang van 2017, voor uitzonderlijke situaties onvoorzien, onontkoombaar en onherstelbaar en onbeïnvloedbaar. Maar dat moet je, mijns inziens, ook bij de aanbieders neerleggen. Ja? Want anders leggen we het probleem, krijgen wij het probleem puur alleen als gemeente op ons dak. Maar volgens mij moet je die vier O's ook bij de aanbieders neerleggen, dat zij dat op dat moment dan ook oppakken. Het tweede punt is de participatieraad is om advies gevraagd door de conceptvisie. Wat voor afspraken zijn er met de participatieraad gemaakt? Want ze waren nogal, ze geven eigenlijk aan, ze kunnen geen advies geven omdat het eigenlijk niet concreet genoeg is. Die mening deel ik wel. En verder het BMC-advies, ICT-probleem, drie systemen, waarmee 11 gemeenten werken. Ja, hoe wordt dat opgelost? Wordt het überhaupt opgelost? Ja, en dan wordt er ook nog een vraag gesteld, moeten we gaan uitbreiden met gemeentes en dergelijke? Ja, volgens mij moet je eerst de vorige vraag goed oplossen met elkaar en een insluitend systeem hebben, voordat je nog weer andere mensen of andere gemeentes bij gaat voegen
die misschien ook weer een ander systeem hebben. BMC geeft aan dat er 3 ICT-systemen zijn die op elkaar moeten worden afgestemd. Nou, hoe lost u dat op? En als je, er is sprake van dat er nog gemeentes willen toetreden, ja, dan moet het toch niet zo zijn dat er nog weer een 4e ICT-systeem bij komt. Dus mijn, daar waren het eerst. Dank u wel. Meneer Wilts? Ja, voorzitter, er is voor mij niet veel meer overgebleven. De documenten met betrekking tot de integrale voorstelling jeugdhulp zijn al in diverse overleggen meerdere keren besproken. En de fractie van de ChristenUnie kan hier dus mee akkoord gaan. We blijven het nog even lastig vinden, dat is ook een beetje mijn vraag nog. Ik wil daar niet te veel over drammen, maar op dit moment is nog niet per zorgcategorie, per gemeente, op persoonsniveau de cijfers aantallen bekend. Vandaar dat er mijn inziens financiële risico's blijven bestaan. Op basis van de prognoses worden deze risico's ingeschat en kan de portefeuillehouder aangeven of de risico's vooral in de dure vormen van zorg voldoende zijn ingeschat, zodat niet het budgetplafond wordt overschreden. Ja, ik kan de vraag ook stellen bij de visie op jeugdhulp, maar ik doe het hier nog maar even over die participatieraad. Ook daar is het lastig om, om over te blijven praten, maar ik vind het wel jammer dat wij de documenten die er nu liggen, dat de participatieraad daar weinig over heeft gezegd. Ik begrijp ook, en ik weet ook dat er is natuurlijk een hele goede voorzitter op de participatieraad. En ze zitten nog in een inwerkfase, begrijp ik. En ik weet ook dat de beleidsambtenaar daar al bezig is geweest. Maar mijn vraag, maar dat geldt ook bij het laatste onderdeel, is aan de portefeuillehouder of die de participatieraad toch niet nog eens een keer het signaal wil geven dat ook, in ieder geval ik als raadslid, graag de stem en advies wil horen van de participatieraad, ook over de kaderstellingen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wilts. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Ja, met het lezen van een stuk over de jeugd, over de jeugdhulp, bekroop ons de vraag, wie heeft er nog zicht en grip op de huidige situatie? Het loopt daar licht, zowel voor cliënten als voor uitvoerende instanties. En dan vraag ik dat eigenlijk aan de wethouder. Mevrouw Hansen. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk rest mij op dit moment ook nog maar 1 vraag. De inkoop voor 2017 bleek al plaats te vinden in deze zomer. In het kader van de continuering van de zorg is dat natuurlijk heel belangrijk. Nu wordt voorgesteld om weer met 1 jaar te verlengen. Betekent dat niet dat we volgend jaar weer in dezelfde situatie terechtkomen en dus in 2017 al gaan contracteren voor 2018, terwijl we nog moeten instemmen met het voortzetten van de BVO op dat moment. Dank u wel. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen zijn al gesteld en ook even aansluitend op mevrouw Hansen. Ben ik ook wel even benieuwd naar de concrete stappen die al gezet zijn om de inkoop van 2018... meer aan te laten sluiten bij het lokale maatwerk. Dat vind ik wel een hele belangrijke. Zodat we inderdaad volgend jaar niet in dezelfde situatie komen met de gezamenlijke inkoop en de zorgcontinuïteit. En de reden waarom ik dat ook nog expliciet wel even zou willen horen is omdat in de informatiebijeenkomst bij de presentaties ook regelmatig werd gezegd bewust worden van kosten, grip op jeugd, grip op jeugd. En toen dacht ik bij mezelf, ja, is het grip op jeugd en jeugdhulp of is het ook grip op zorgaanbieders? En dat is, vond ik wel een belangrijk punt om hierin mee te nemen. En de laatste vraag die ik heb gaat over de voorgestelde pilots. Als het inkomensbeleid op orde is, betekent dit ook minder jeugdhulp en minder jeugdzorg. Dat werd gesteld in de informatiebijeenkomst. En toen heeft de portefeuillehouder aangegeven dat ze bezig zijn om te kijken naar een pilot waarbij toetsing op basis van het netto besteedbaar inkomen van een gezin tot een mogelijke pilot met betrekking tot budgetteren behoort. En ik hoorde daar ook wat positieve geluiden vanuit de vertegenwoordiging vanuit de participatieraad die ook op die avond aanwezig was. Hier zien wij in de stukken niet zo heel veel van terug. Dat kan natuurlijk ook
dat het een overlap is met het armoedebeleid. Maar goed, kan de portefeuillehouder hier nog een toelichting op geven? Dank u wel. Ik geef het woord aan wethouder Jansen. Dank u wel. Dank voor de instemmende reacties. Over het algemeen blijven er een paar vragen over. Die geef ik ook graag door ook naar de regio, want deze stukken zijn natuurlijk regionaal gemaakt. Het is lokale visie, het is hoe we het gaan doen. Het is hoe we verder gaan, maar dat hebben we met elkaar gemaakt. En we hebben met elkaar eigenlijk gezegd, we moeten dus de slag maken naar meer lokaal. Dat betekent dat we nu op een kantelpunt staan van, we hebben de jeugdzorg van Rijn overgenomen. En die wist precies hoe het 3 jaar geleden was. En 2 jaar geleden, 1 jaar geleden en het huidige jaar, die cijfers waren niet te geven. Dat betekent dus ook dat we ze overgenomen hebben met de cijfers van 3 jaar geleden. En dan krijg je een transitie waarbij je dan ook moet afspreken van, je moet nu in 1 klap in 3 jaar tijd 15% eraf. Maar je moet wel een zachte landing organiseren voor de huidige aanbieders. Dat was de transitie. Die hebben we gedaan. En grofweg hebben we gezegd, we hebben de stijging van de kosten er ongeveer uit, maar de 15% bezuiniging, de transformatie naar het echt anders doen, die moet nog. Nou, die moet nu beginnen. Op dat kantelpunt staan we nu. En we hebben met BMC onderzoek gedaan. We hebben ook zelf een dag bij elkaar gezeten van waar staan we nu? En zeggen we, met z'n allen alle kaarten op de regio zetten, daar gaan we het niet mee redden. Het is niet een kwestie van, dan gaan we met in de regio naar de aanbieders en dan gaan we zeggen, PMLQ, en we gaan u gewoon dwingen om wat minder geld uit te geven. En we gaan wel een plafond zetten en dan komt het allemaal wel goed. Dus het zal echt anders moeten. En daar zullen we met de aanbieders over in gesprek moeten. Maar we zullen ook zelf onze dingen moeten doen. Ja, en u weet dat wij in Hardenberg altijd zeggen, zo vroeg mogelijk, zo dicht mogelijk bij de mensen, zo licht mogelijk dingen doen. Nou, onze hele visie op het hele sociale domein, probeer nou aan de voorkant zo licht mogelijk dingen te regelen. Daar gebruiken we onze Samen Doen teams voor. We willen graag dat steeds meer de toegang van Samen Doen gebruikt wordt. En we hebben natuurlijk nog steeds de last van dat daarnaast alle huisartsen, alle specialisten, alle gecertificeerde instellingen ook allemaal lekker hun eigen toegang mogen gebruiken en door mogen sturen. En dan komt het gewoon van gemeente wilt u maar betalen, want ik heb doorverwezen. Ja, daar wil je toch proberen wat grip op te krijgen. Daar moet van alles gebeuren. De grootste, de lastigste is de GGZ, die ook al nooit mee wilde. Maar waar nu nog zo'n 85% door de huisartsen gebeurt en maar 15% door ons. Dus daar willen we dus nu de komende tijd ook met de huisartsen gaan praten. Met bijvoorbeeld de ondersteuning om die verdeling goed, zo goed mogelijk te doen. En zorgen dat jongeren goed terechtkomen. Met andere woorden, allemaal voorbeelden van transformatie die nu moeten komen. Nou, daarom het verhaal nog een keer van lokaal aanvliegen die handel. BMC die zegt, een aantal aanbevelingen is best heel aardig tevreden. Die zegt, als we terugkijken naar de afgelopen 2 jaar heb je het hartstikke goed gedaan. Als je naar de transformatie gaat, moet je een paar dingen anders doen. Nou, die zullen we dus, dat zie je ook in de vervolgstukken. Waarvan we zeggen, we gaan goed af dan wat de BVO moet doen. We gaan goed af dan wat programmamanagement regionaal moet doen. En wat wij lokaal gaan doen. En uiteindelijk zal de transformatie lokaal moeten gebeuren via allerlei pilots en zo. En die gaan we dus in de verschillende gemeenten ook doen. En dan willen we van elkaar leren van, hey, dat loopt goed. Oké, dan gaan we dat met elkaar doen. En zo proberen we die transformatie vorm te geven. En we willen naar een heel andere manier van inkopen doen. Toch een beetje het sociale aanbesteden wat in 2018 moet gaan komen. En laat ik dan ook gelijk maar even zeggen, doen we dat nu al heel concreet? Nee, we zitten nu te zoeken. We zitten nu nog met die van 2017. Ondertussen zitten we na te denken van, en hoe willen we dat dan met elkaar in 2018 gaan doen? Dus dat is nu nog niet heel concreet, maar het is wel zo van, maar 2018 moet wel het jaar zijn waar we het anders gaan doen. Voor 2017 redden we dat niet meer, maar 2018 hebben we even tijd om dat goed op de rails te zetten. Want daar willen we ook met die aanbieders natuurlijk over praten van, zoals we dat hier in het Hardenbergse ook gedaan hebben, sociale aanbesteden. Dat doe je wel samen, die weg zoek je samen.
Nou, en daar hebben we dus nu nog even tijd voor. En daarom gaat het ook per 2018 en niet per 2017. Mag ik aanvullende vragen stellen? Hoe groot is het risico dat voor de zomervakantie daar niet iets concreets ligt? En dat je dus in 2008 dat niet gaat halen, zeg maar, in 2018. Hoe groot is dat risico? Want ik denk dat het risico heel groot is, maar misschien vergis ik mij daarin. Ja, we zitten natuurlijk wel met een aantal verschillende categorieën. Dus je moet het per categorie, denk ik, even behandelen. Want LVB is weer heel wat anders dan GGZ. Ik denk dat we wel wat tijd hebben en dat we in 2018 niet in één keer alles kunnen doen. Maar dat we dan wel stappen zetten. En het kan ook wel eens zijn, maar dan zit ik een beetje te filosoferen. Hè, maar zoals ik denk dat het waarschijnlijk wel zal gaan. Ergens lees je ook in de stukken dat we met welwillende organisaties dan op enig moment ook wel meerjarige afspraken willen maken. Kijk, als je iedere keer op een schets van de snede voor een jaar afspraken maakt, dat is voor een organisatie ook lastig. Want dan wil je gaan transformeren. Nou, transformeren kost geld, hebben we net ook tegen elkaar gezegd. En je weet niet wat er volgend jaar gebeurt. Nou, als je nou met elkaar een verhaal kan maken over een paar jaar en zo'n organisatie zegt, die 15%, zo langzamerhand, die pakken we voor onze rekening. Maar geef ons nou een paar jaar om daar te komen en om te veranderen. Dan, en als ik nu weet dat ik dan 3 of 4 jaar met u, bedenk maar iets, een contract kan doen, dan kan ik het eerste jaar best wel wat meer uitgeven. Want als ik dan aan het veranderen ben, kan ik daarna ook een stukje terugverdienen. En dan kan mijn organisatie het ook aan. Nou, dat is een kwestie van vertrouwen. En dat is een kwestie aan de voorkant goede afspraken maken over het echt anders doen. Nou, dat gaat wel lukken. En of dat direct met iedereen lukt? Nee. Misschien niet. Maar met een heel aantal wel. En dat zijn dan wel weer de voorlopers die de rest wel weer mee gaan trekken. En een tweede is dat wij de markt open gegooid hebben. Wij moesten met dezelfde verder. Maar dat we nu de markt opengooien voor de vernieuwers. En wij dagen dus nu ook organisaties uit om met een vernieuwd concept te komen die ons kan helpen om die transformatie te doen. Dus zo gaan we wel een aantal dingen erin brengen waarvan ik denk, dan gaat de markt echt in beweging komen. Nou, dat is die. Overstellen. Wat ik ook bedoel met het tijdspad, zouden deze 11 gemeentes, en of het er nou wat meer of minder worden, niet met elkaar af kunnen spreken dat ze in ieder geval 2017, op de helft van het jaar, die ICT-problemen in de wereld uit hebben. En die taakverdeling en die rollen, dat ze dat helder in kaart hebben gebracht. Dat noem ik ambitie. Nou, maar ik vind dat we daar al, als je nu kijkt naar het rapport van BMC en als je dan nu kijkt naar de, die zegt ook, ga nou eerst even een heldere visie maken hoe je het wil doen. Die visienota ligt er inmiddels. We hebben met elkaar afgesproken dat 1 januari 2017 dat ICT-gedonder afgelopen moet zijn. En dat wij dan ook willen dat wij van de organisaties ook de goede cijfers hebben, zodat wij lokaal ons eigen plan kunnen trekken. Want ja, ik kan lokaal niet sturen als ik de cijfers niet heb. Nou, dat is 1 januari is een hele stevige ambitie, moet ik zeggen. En die opdracht ligt er. En ik ga er vooralsnog van uit dat we die halen. En als we die niet halen, ja, dan moeten we een stevig gesprek hebben in 1 januari. En niet pas met de zomer van 2017, want dan is eigenlijk heel 2017 weer weg. Want ook als je sociaal aanbesteden of vernieuwende dingen doet, als je niet de goede cijfers hebt, ja, help. Maar hoe moet ik het dan doen? Dan zit ik echt met mijn handen in de lucht. Kijk, als wij verantwoordelijk zijn voor ons eigen budget, dan wil ik wel met 1 januari 2017 mijn eigen cijfers hebben. Want hoe weet ik anders? Ja, dan weet ik een jaar erop hoe het geworden is en hoeveel ik uit de bocht geschoten ben of niet. Maar ik kan in de bocht dan niet sturen en ik wil in de bocht sturen. Ja? De participatieraad heeft geen advies gegeven, heeft er wel naar gekeken. Maar zegt, ja, wij moeten nu voor, overigens is de regionaal is de participatieraad wel meegenomen vanuit het Zwolse met dit stuk als totaal. Het is natuurlijk ook nog een behoorlijk abstract verhaal waarvan wij nu zeggen, dit is de visie, dit is de richting die we gaan. En die gaan we nu invullen. En met de invulling van die richting moeten we onze eigen participatieraad natuurlijk wel meenemen met wat wij hier in Hardenberg allemaal gaan doen. Maar daar heeft René net een aantal opmerkingen over gemaakt.
En dat geldt één op één ook hier. Toetreden gemeenten is nu even niet in de orde. Er zijn een paar gemeenten die zouden wel graag bij de regio Zwolle willen. Meppel bijvoorbeeld, omdat qua leerlingsverkeer wel het een en ander is. Maar is wel lastig hoor, omdat je ook in een andere provincie ervoor zit. Dus we moeten wel een paar dingen doen. Maar zolang wij onze boel nog niet op orde hebben, heb ik iets van, ja, laten we nou eerst in onze eigen regio de boel op orde doen, voordat we weer anderen erbij gaan halen. Ja, we weten nog niet alles. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de vraag van meneer Wils over. Wij weten wel over 2015 hoeveel geld. We weten ook even grofweg hoeveel in de GGD zitten en elders zitten. Maar niet met name rugnummer. Dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met de hele systematiek die binnen de GGZ geldt. Met DBC-toestanden. Ik weet niet precies hoe dat allemaal zit. Maar dat betekent gewoon dat je een traject hebt en dat een eind van het traject eigenlijk pas de rekening een keer komt. Via een bepaald bedrag. En dan weet je nog niet eens hoeveel er precies zitten. Dus wij zitten ondertussen al zeg maar voorraad onder handen op te vragen. Om maar een klein beetje meer greep te krijgen. Nou, dat is gewoon nog lastig. Dat is het hele land lastig. En dan denk ik van, ja, ik kan twee dingen bekijken. Ik kan er heel boos op zijn, en dat ben ik ook eigenlijk wel. Maar je kan ook gewoon zeggen, toen wij hem overnamen, wisten we de cijfers van 3 jaar ervoor. We hebben de minister en de staatssecretaris gevraagd, dan geef je ons de cijfers. Dus ik kan je de cijfers geven van 3 jaar ervoor, van de laatste die hebben we nog niet. Stel, alle contracten waren nog niet eens afgesloten. Nu zijn we al zover dat we grofweg als een jaar is afgesloten, een half jaar later de cijfers ongeveer hebben, omdat we dan de bulk hebben. En nu zitten we nog preciezer in te zoomen om namen, rugnummer precies te hebben, om nog preciezer te kunnen sturen. Nog een keer, vooralsnog koersen we op 1 januari 2017. Ik kan niet de harde garantie geven dat die er dan is, maar ik hoop wel dat we hem dan hebben. En het is per categorie ook nog verschillend. Sommige categorieën hebben ze nu al. Maar pak maar even weer de GGZ. Als er geen rekening is en als ze aan de voorkant niet hoeven te vertellen hoe het zit en hoe zwaar de trajecten zijn. Ja, je zit in een GGZ-traject. Hoe zwaar dan precies? Licht, zwaar, lang, kort. Als je dat pas aan het eind hoeft te melden zo ongeveer. Snap je? Dat is een lastige. En daar moeten we onze systemen op inzetten. En daar gaan we ook iedere keer in de inkoop en in de afrekening met de mensen over praten. Ook met de aanbieders om dat toch voor elkaar te krijgen. Nou, ik zou het een goede zaak vinden als we het per 1 januari rond hebben. Daar ga ik vooralsnog vanuit. Heb je de risico's van de dure vormen goed ingeschat? Ja, met alle respect. Het is een open eindregeling. Een jongere heeft hulp nodig en je mag hopen dat er niet veel in de dure vormen zit. Maar heb ik er morgen 5, dan ben ik zo 5 ton kwijt. Als het geen 6 of 7 ton is. En dan kan ik in de lucht springen. Maar als de rechter hem heeft opgelegd, dan heb ik hem te betalen. Ik heb er geen fluit over te vertellen. Zo is het dus ook nog een keer. Met andere woorden, ik kan daar een inschatting van maken. Het ene jaar zal ik een 0 hebben, het andere jaar heb ik 5. En dat zal zo blijven ook. Want nog een keer, wij kunnen de toegang doen via onze Samen Doen Team. Maar de rechter zegt, daar heb ik geen fluit aan. Deze jongeren zitten in een justitieel traject en ik ga nu bepalen dat het deze vorm is. En dan gaat u betalen, gemeente. Zo simpel is die. Voorzitter, even een aanvullende vraag daarover. Maar aan de andere kant zegt u wel in uw document van, ja, risico's eigenlijk niet van toepassing. Lees dat eens voor. Ja, mag straks. Ik ga ondertussen verder, want een open eindregeling heeft altijd risico's. En wij hebben gezegd, wij hebben nu de cijfers van 2007. Ja, nee, maar ik maak hier wel even een punt van. Want we moeten elkaar wel even goed begrijpen dat dit lastig is. We hebben de cijfers van 2015. Dat is ook nog eens een keer een overgangsjaar. Ik zou heel graag de cijfers van 15, 16, 17, 18 hebben. En dan zeg ik, dan kan ik er ergens een gemiddelde uittrekken. En ik kom ongeveer hierop uit. Het wiebelt mij nu nog veel te veel, hoor. Echt. De cijfers van 16 hebben we nog niet eens. Hebt u zicht en grip op de huidige situatie met betreft alle jongeren? Nee, hebben we niet.
Hebben we die volgend jaar? Nee, ook niet. Hebben we die over 10 jaar? Nee, ook niet. Maar we hebben wel veel meer grip. En nog een keer, het blijft een open einde. Er kan zomaar wat in de samenleving gebeuren en je zegt van nou, dat overvalt ons en dus hebben we extra kosten. Maar je wil wel aan de voorkant, en die grip gaan we wel krijgen met de aanbieders, goede afspraken maken waar je met elkaar op aan kunt. En dat moet de komende 3 jaar zo grofweg zijn beslag gaan krijgen. En dan wordt 2018 een cruciaal jaar waarin we echt op een andere manier willen aanbesteden. Zonder ook te vertellen van u krijgt per definitie zoveel klanten enzovoort. Met vernieuwers erbij dat je zegt van nou moeten we die slag toch wel kunnen gaan maken. Inkoop 2017 nu al een jaar verlengen. Ja, met een jaar verlengen had u al ingestemd. In dit verhaal zit eigenlijk de visie ook tot 2020. Zit dus ook eigenlijk de instemming tot 2020. Laten we dat even helder zijn met elkaar. En ook breder zeggen van nou, dit doen we regionaal. Dit doen we alleen. En op een aantal punten kunnen we nog in de loop van de jaren een beetje gaan schuiven. Waarbij nog een keer de nadruk op het lokale komt te liggen. We verwachten echt de transformatie niet van de regio alleen. De concrete stappen 2018 heb ik iets van gezegd. Grip op zorggebieden heb ik iets van gezegd. De pilots, nou we gaan een aantal pilots naartoe doen op de leefomgeving, ook op de instroom. Maar hier wordt door de Partij van Arbeid heel specifiek gevraagd naar een pilot in combinatie met inkomensbeleid, met minimabeleid. Dat is natuurlijk een hele aardige om die in elkaar te schuiven en daar ook eens goed naar te kijken. Ik denk dat de veronderstelling dat als je dat beter voor elkaar krijgt in de loop van een aantal jaren, dat het invloed heeft op de hulp, ik denk dat die klopt. Dus misschien ook mijn vooringenomenheid, maar ik denk dat die klopt. En daarom is het goed om die overlap met het armoedebeleid goed te kijken. En mijn collega die fluisterde me nog iets in het oor, wat ik alweer kwijt ben, volgens mij december of zo. Hè? Gaan we daar nog eens even goed naar kijken. Ja. Dat waren de antwoorden, denk ik. Meneer Wild zal op welke pagina... Ik zat op pagina 7. Kijk, ik lees het tenminste zo. Als je kennis neemt van die regionale en lokale terugblik en over de cijfers en de lokale vooruitblik, dan komt op pagina 7 staat ineens de risico's NVT niet van toepassing. En ja, misschien slaat het ergens anders op, maar daar ben ik dan benieuwd naar. Heeft u hem verstaan, meneer Wild? Ik kon er niks van verstaan. Ik begreep het helemaal. De wethouder zei dat op een terugblik nooit risico's van toepassing zijn, maar op een vooruitblik wel. Bij deze. Ik aan dat een stuk daarop wordt aangepast. Het antwoord is nee. Nou, het is ook een vooruitblik. Dus, De risico's staan bij financiën, hoor ik. En als u... Ik zal het nader doornemen. Graag. Dat brengt mij wel bij de vraag of het als bespreekstuk of als hamerstuk naar de raad kan. Hamerstuk. Gaat hij als hamerstuk? Dan zijn we bij punt 10. De visie jeugdhulp IJsseland. Wie wil daarover het woord voeren? Meneer Wilds, mevrouw Kelder en mevrouw Van den Hoek. Ik begin bij mevrouw Van den Hoek. Rechtster, niet van mij. Mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Het is een goed en helder stuk. De raadsvoorstel en het visiedocument gaat in grote lijnen in de stappen in hoe je dan de jeugdhulp wilt gaan optuigen. Dat is wat ons betreft goed in het beleid en kaderstellendheid en zonder te veel in de inhoud in te gaan en in de uitvoering. Die stellen we goed op prijs, want dat maakt ons werk iets makkelijker. Maar ik raakte wel in verwarring, want ik had eigenlijk helemaal geen vragen. En toch bleef er een zin in mijn hoofd hangen. En dat is in het raadsvoorstel pagina 3. Staat er bij transformatieopgave een zin. Heldere afspraken maken met jeugdhulpaanbieders over hun rol en verantwoordelijkheden. Ten opzichte van samen doen. En die zin vind ik wat raar. Want ik kan hem niet zo goed plaatsen. Verantwoordelijkheden ten opzichte van het samen doen team. Terwijl het visiedocument zich vooral richt
of kennis delen, integrale samenwerking, een ketenzorg die je gaat opzetten met elkaar. En daar heb ik eigenlijk verantwoording afleggen ten opzichte van wie dan ook niet teruggezien. Hoe moet ik dit zien? Dat bracht me een beetje van het stuk. Daar wil ik graag iets van horen van de wethouder. Mevrouw Kelder. Dank u, voorzitter. Samenwerking jeugdhulp. Op welke termijn krijgt de raad zicht op het beleid en de uitvoering ervan? Al momenteel heeft de jeugdhulp en vooral die samenwerking een slecht imago. Dank u wel, meneer Wilts. Voorzitter, ik heb zojuist al gezegd hoe wij tegen de visie op jeugdhulp aankeken. Algemene lijnen prima, ziet er goed uit. Maar zou de portefeuillehouder nog kunnen aangeven welke termijn de gemeente of de BVO de eigen gemeentelijke facturering in de hand kan nemen? Ik stel die vraag om te voorkomen dat dit pas aan het einde van de termijn van de visienota 2020 gerealiseerd zou worden. Dank u wel. Dank u wel. Ik geef nogmaals het woord aan wethouder Jans. Om met die laatste vraag te beginnen over die gemeentelijke facturering. Die is even facultatief, hè? Van gaan we dat doen, gaan we dat zelf niet doen of laten we dat bij de regio. Misschien willen we dat zelf wel gaan doen. Dat zoeken we even uit of dat handig is. En als we dat doen, dan zal dat, als we op een andere manier willen gaan inkopen, gaan gebeuren. Dus dan zal dat per 2018 kunnen en niet eerder. Dat lijkt me niet handig om dat in 2017 te doen. Dat slechte imago, denk ik, ja, pas even op. De decentralisatie van de jeugdzorg en de transformatie is de moeilijkste die er is. Wij hebben net toevallig een verhaal van professor Micha de Winter gehoord. Die zei, we zijn 40 jaar bezig geweest om het te veranderen en het lukte me niet. En mijn woorden zijn niet zijn woorden. En nu is hij dus over de heg van de gemeente gekieperd en nu moet het maar gebeuren in 2 jaar. Dat gaat dus niet lukken in 2 jaar als het in 40 jaar niet gelukt is. Dit is dus een hele ingewikkelde, met onbeheersbare kosten die opliepen. En dan zou ik zeggen van, nou, slecht imago. We hebben de transitie binnen 2 jaar gedaan en er is geen kind tussen wal en schip gevallen. Hoezo slecht imago? Een prestatie van formaat. Als je dan daar de BMC-verhaal over leest, over de afgelopen 2 jaar, wat hebben jullie gedaan? Is BMC-verhaal de objectieve evaluatie van buiten? Is gewoon lovend. Die zei, je hebt het gewoon hartstikke goed gedaan. Dus ik wil heel graag de jeugdzorg uit dat verhaal houden van lelijk eentje. Want het is met afstand de moeilijkste. En we hebben het niet slecht gedaan de afgelopen 2 jaar. Ik denk van nou, ook ten opzichte van andere regio's niet als we verhalen horen. Krijgen we dan een 10? Nee. Maar ik was vroeger zelf al met 6 min tevreden en we hebben nu wel een 7,5. Dus in die zin zeg ik van, gelukkig. Maar nou moet die transformatie nog maken. En nog een keer, ik zei net al, het Rijks deed het altijd met de cijfers van 3 jaar geleden. En wij vragen elkaar nu al, kunt u de cijfers al precies geven en wilt u dat wel even binnen 1 jaar doen? Dan zeg ik van, moest kijken wat verslagen we aan het maken zijn. Wat onzichtbaar was, maken we zichtbaar. En ook de aanbieders, die werken zich echt een slag in de ronde om dat te doen, echt met minder geld. Dus ik wil niet met u meegaan in het verhaal van, in zijn algemeenheid wel, van in de volksmond. Ik snap dat de duur zo vraagt, maar ik vind dat wij als, dat ik dat als wethouder moet doen, maar dat ik dat ook voor u mag vragen om op dat punt wel met 2 woorden te spreken, van... Ja, ik snap hem wel even, want er moet heel veel gebeuren. En we zitten in een aantal jaren van onzekerheid. En nog een keer, de komende 3 jaren ook. Maar er gebeuren ondertussen grote stappen. En daar ben ik heel blij mee. Dan ga ik nog even naar de heldere afspraken met de jeugdhulpaanbieders ten opzichte van sociaal of samen doen teams. Over rol en verantwoordelijkheden. Dat heeft natuurlijk met de... toegang te maken. Dat heeft te maken met verantwoording afleggen met wat je als jeugdhulpaanbieders doet. En dat heeft te maken met goed aansluiten bij de samendoenteams. Toevallig bijvoorbeeld, laat ik het voorbeeld maar noemen, dat een paar jeugdpsychiaters aan het bureau kwamen en zeiden van, hé, wethouder, als wij
wat beter op elkaar afstemmen, dan zouden we samen een aantal hele goede stappen kunnen maken. Nou, over zulke dingen gaat het, om goede afspraken te maken. Maar die afstemming zou dan toch bij de inkoop gerealiseerd moeten zijn, ja. Waarbij je kwaliteit meet. En dan zou dus het samen doen als team toch niet degene moeten zijn ten opzichte van wat bedoelt u dan? Zij kopen niet in, zij moeten ermee samenwerken. Maar je kunt wel helder afspraken maken over wat je van elkaar kan verwachten. Nou, en ja. Hoe je daarover terugrapporteert. Kijk, wat er nu gebeurt is, om als een voorbeeld te nemen, iemand die de GGZ ingaat, de jeugd GGZ, en die verdwijnt ergens in een organisatie, ik zou bijna zeggen in een voor ons donkere kamer, en we moeten maar afwachten wanneer die er een keer uit komt rollen. Dat is niet elkaar goed op de hoogte houden, dat is niet goed kunnen zien of iemand in het goede traject zit of niet. En daar zou je veel betere afspraken over kunnen maken. Maar kunnen we dan wel samen concluderen dat zoals het er hier nu staat, dat dat wel verwarrend werkt als je het hebt over een samenwerking. Dat je samen monitort of je het goed doet, dat hier impliciet maakt dat er een verantwoordelijkheid zou liggen bij het samen doen om te bepalen of de juiste kwaliteit wordt geleverd. En daar had ik moeite mee, maar zo kwam nu wel over. Ik vind wel dat wij als gemeente, en ik mag samen doen, maar ook bij helpen, dat wij wel heel scherp moeten zijn van krijgen we geleverd wat we geleverd wilden hebben. En als een aantal keren dat niet gebeurt, dan heb ik zoiets van graag naar een andere aanbieder. Het aantal aanbieders wat we hebben is twee kantjes vol, heel klein beschreven. Dat is wat mij betreft veel te veel. Daar mogen we wel een paar uit. Dus iemand die zijn huiswerk niet goed doet, die verspeelt zijn rechten. Zo zit zo hard zit ik erin. Dank u wel. Is hier over behoefte aan een tweede termijn? Niet? Kan het als bespreekstuk of als hamerstuk? Hamerstuk, heel goed. Dan zijn we bij de rondvraag. Ik heb in ieder geval begrepen dat meneer Botten iets voor de rondvraag heeft. Zijn er meer mensen die iets voor de rondvraag hebben? Niemand? Meneer Botten. Dank u wel, voorzitter. Een vraag van de fractie van Op Koers is hoe het momenteel met het centrum van Hardenberg is gesteld. We hebben de afgelopen periodes regelmatig het centrum van Hardenberg en met name de retail tegen het licht gehouden. Maar onze vraag gaat specifiek ten aanzien van het aanstellen van de centrummanager. Die is zo langzamerhand is die een half jaar bezig. Er zijn zo links en rechts wat rapporten opgeleverd. Er is veel onderzoekswerk gedaan en de vraag van de fractie van Op Koers.nu aan de verantwoordelijk portefeuillehouder is: welke meters zijn er gemaakt? En wat kunnen we binnenkort verwachten van de werkzaamheden van de nieuwe centrummanager? Dank u wel. Ik moet even zoeken wie daar voor de portefeuillehouder is. Ah, ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, volgens mij de vraag van Op Koers die geeft al aan hoe belangrijk u het vindt, hoe het gaat met het centrum van Hardenberg. Het gaat ons allemaal aan het hart. Daarom hebben we, zoals ik eerder ook al zei, het actieplan voor het centrum van Hardenberg gemaakt. Zo'n 50 actiepunten waarin staat wat we met elkaar gaan doen. De ondernemers, de gemeente en een aantal vastgoedeigenaren. Nou, daar zitten we volop in de uitvoering van dat plan. En dat is ook iets wat blijft zich ontwikkelen, zeg maar. Er ontstaan nieuwe initiatieven, nieuwe ideeën. En een van die ideeën is geweest de centrummanager. En die is inderdaad vanaf de zomer aan het werk gegaan. Wordt gefinancierd door het centrummanagement, de gemeente en een vastgoedeigenaar. Een van de grootste hier die hier acteert. Daar zijn we erg blij mee. Ik denk dat het heel belangrijk is. Hij is aan het werk over 16 uur in de week, geloof ik zo'n beetje. Dus als u zegt van ja, uit uw vraag klinkt er mij een beetje van wanneer hebben we de eerste 10.000 vierkante meter gevuld. Nou, dan moet ik u teleurstellen. Ik denk niet dat dat zo werkt. Maar om toch enigszins tegemoet te komen aan wat hij doet in dat half jaar. Hij heeft zich ontzettend ingezet om ervoor te zorgen dat de BIS zeg maar doorgaat. En dat is gelukt. Ik denk dat dat een hele belangrijke stap is in het samen zorgen dat het centrum aantrekkelijk blijft of daar waar mogelijk nog een stukje aantrekkelijker wordt. Daar heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd.
En hij is op dit moment ook bezig om ook te kijken met andere sectoren, dus niet alleen met de middenstand, maar ook bijvoorbeeld met kunst- en cultuursector in het centrum, om iets te gaan doen met de leegstaande panden die er staan en die er zijn. Dus ook daarin zit volop beweging. En hij is natuurlijk, en dat is de kerntaak eigenlijk waarom we hem hebben aangenomen, acquisitie aan het doen op nieuwe bedrijven. Ja, en dat is geen sinecure. Want mensen staan niet in de rij, niet in Hardenberg, niet in andere plaatsen. En tegelijkertijd, weet ik ook uit eigen ervaring, wordt er wel rondgekeken. En wordt er ook nadrukkelijk naar Hardenberg gekeken. En ja, ik kan nu zeggen, maar dat is ook niet meer dan dat, dat er op dit moment een aantal zeer interessante gesprekken lopen met partijen die toch geïnteresseerd zijn om in Hardenberg te gaan investeren. Nou, dat zo'n beetje. Hij is ook nog bezig om ambassadeurs te werven, dus onder de middenstanders zelf, mensen te prikkelen om een stap naar voren te doen en om anderen daarin mee te nemen om nieuwe initiatieven met elkaar te gaan ontplooien. Dus hij is lekker bezig, zullen we maar zeggen, op dit moment en dat al binnen een half jaar. Ik denk dat het goed is, er vinden voortdurend gesprekken plaats over voortgang en dergelijke. Dus ik hoop dat u binnenkort ook wat meer vollere etalages zult gaan zien. Maar dat is een kwestie waar we allemaal met elkaar aan moeten werken. Dank u wel. Nou, dan ga ik ervan uit dat verder niemand meer iets heeft. Dan sluit ik de vergadering en dan dank ik u hartelijk voor uw bijdrage.